Julia Veer is de oprichter van Clay & Glow. Binnen 3 jaar tijd groeide het skincare merk uit tot een miljoenenbedrijf en worden hun producten in meer dan 300 winkels door heel de Benelux verkocht. Hoe kwam Julia op het idee voor Clay & Glow? De vlekken stonden overal en ik zat met zo'n ijsding tegen mijn hoofd aan dat zo brandde. En toen zei ik tegen Renny van, en dit dan? Kunnen we hier niet iets mee? Wat als we gewoon een product maken dat goed is voor de acnehuid, maar dat er ook mooi uitziet en dat ook echt werkt? Wat is een valkuil voor ondernemers? Dat is vaak waar het misgaat. Wanneer je allemaal andere dingen gaat doen, overal zie je kansen en alles wil je oppakken, maar daardoor gaat je focus weg van hetgene dat werkt. En geloofden mensen meteen in haar idee? Toen zei ik van, nee, we gaan echt heel veel in de toekomst inkopen, dus kunnen jullie niet iets doen aan de prijs? En toen zei die man ook, dat zeggen ze allemaal. Je hoort het in deze aflevering van Young Ones. Julia, van harte welkom bij Young Ones. Ja, ik heb er helemaal zin in. Ik ook, ja. Je brengt zo'n fanatiek en positieve energie mee. Ik ben helemaal enthousiast. Ja, ik zou zeggen, laten we ook meteen gewoon invlammen. Want mensen hebben al gezien wat je doet, met wie je dat doet, op welke schaal je dat doet. Ja. En dat op deze leeftijd, dat is niet niks. Nee. En daarom ben ik ook heel erg benieuwd, want ik denk ook dat er best wel veel niet misvattingen over jou bestaan. Dat er lijkt alsof er allemaal oordelen zijn. Maar ik denk wel dat mensen een bepaald beeld van jou hebben. Ik vind het dan altijd heel interessant van, ja, klopt dat wel met de realiteit? Ja. En een vraag die vaak goed helpt om dat aan het licht te krijgen is, wat is iets wat mensen over jou of over je jeugd moeten weten om de persoon die dat jij nu bent beter te kunnen begrijpen? Nou, het is wel grappig, want ik ben natuurlijk met Randy samen Clay & Glow begonnen. En Randy is jouw partner, jouw vriend? Ja, hij is mijn partner, mijn vriend, levenspartner. Ik mag nooit vriend van hem zeggen. Okay. Dus hij is mijn partner. Sorry, Randy. Hij zit hier natuurlijk ook bij, ja. Ja, maar dat komt omdat ook als we zakelijke meetings of zo hebben, dan is het, oh, dat is mijn vriend, dat is dus dan zeg ik gewoon partner. Maar hij... Ja, op een gegeven moment dan begonnen we natuurlijk Clay & Glow. En hij had zelfs vaak zoiets van, dat hoef ik niet per se aan mensen vertellen. Ze vroeg ze echt van, wat doen hun met z'n tweeën? Want waar zijn ze allemaal mee bezig? En pas sinds kort hebben we echt een beetje dat we echt naar de voorgrond gaan en zeggen van, nou, dit zijn wij en dit is waarom we Clay & Glow zijn begonnen. Maar je hebt natuurlijk altijd wel vooroordelen van, oh, hoe werkt zoiets en wat doen ze dan? Maar ik ben zelf dus op Curaçao opgegroeid. Okay. En ik heb daar 8 jaar gewoond in mijn jeugd. Ja. En ik was dus 18 toen ik alleen naar Nederland verhuisde. En ik had dus eigenlijk een start echt vanuit nul. En ik zag dat echt als een kans. En ik had ook echt zoveel zin in om hier in Nederland echt iets van mijn leven te maken. Want Curaçao is echt natuurlijk chill en laid back en echt een eiland. En heerlijk hoor. Het is echt waar ik terug wil gaan. Maar het is niet echt iets waar je je dromen kan realiseren. En toen ik hier in Nederland kwam, dacht ik, oh, hier is zoveel mogelijk. En je bent gewoon, de hele wereld is van mij. Zo zag ik echt Nederland. Dus toen ik 18 was en naar Nederland kwam, ben ik ook dus echt meteen eigenlijk begonnen met ondernemen. Ik kwam om te studeren, maar dat is even helemaal anders gegaan. En wat heeft je naar Curaçao gebracht dan? Want dat vind ik natuurlijk ook wel interessant. Van hoe kom je daar terecht en wat? Ja, mijn vader die is werkt bij de marine. Ja. Dus in 2006, toen was ik 8, toen zeiden ze van, willen jullie naar Curaçao? En mijn vader, die was echt een beetje dat Nederlands systeem, was een beetje klaar mee. En toen zei hij, nou, dat wil ik wel. Dus toen vroeg hij dat aan ons. Toen zei ik, wat is Curaçao? Ja. Want ik had geen idee natuurlijk. Ja, ik was 8. En toen zei hij van, elke dag palmbomen en lekker weer en strand. En ik dacht, oké, mag ik met dolfijnen zwemmen? Ja, dat mag je. Dus ja, eigenlijk als kind, toen ik 8 was, ben ik dus naar Curaçao verhuisd. Dus soms als ik vertel dat ik 8 jaar daar woon, dan zeggen mensen, maar hoe dan? Hoe ging je daar alleen? Het is echt met mijn familie, samen met z'n vieren, met mijn zus ook erbij, mijn moeder. Nee, zijn we thuis. Ja, zijn we daar dus heen verhuisd. En hoe voelde dat dan om daar te komen? Want je krijgt dan natuurlijk dat beeld voorgeschoten van palmbomen, mooie stranden. Maar wat ervaarde je toen je daar daadwerkelijk het eerste jaar ging wonen? Het was wel echt een hele erge switch. Omdat je natuurlijk van je normale leven ga je weg. Je hebt je vriendinnetjes niet meer. Je moet helemaal opnieuw beginnen. Ja. Maar ik denk dat dat me uiteindelijk ook wel heel veel heeft geleerd. Want daardoor kan ik best wel snel adapten en snel aanpassen en doorpakken. En ook toen ik weer terug naar Nederland kwam, had ik ook natuurlijk helemaal niemand hier. Dus dat was, ik denk dat dat eigenlijk voor mij alleen maar een voordeel was. Omdat ik ook niet denk van, oh, dat is allemaal te groot en te eng. En weet je, van niemand doet dat in mijn omgeving omdat ik geen omgeving had of zo. Snap ik wat ik bedoel? Ja. Dus ik weet niet. Ik vond het eigenlijk wel heel erg cool. En ik zag het ook echt wel als een
iets van, oh, dit doet echt niemand die je kent. Dus ook toen al dacht ik van, ja, we hebben gewoon hele mooie herinneringen. En het fijne was dat we het met echt als een gezin deden. Dus dat, ja, ik voelde me ook niet alleen of zo. Want ja, mijn zus had hetzelfde en mijn ouders natuurlijk ook. We moesten allemaal opnieuw. En je hebt elkaar natuurlijk dan. Dus dat is de meest stabiele basis die je wat dat betreft mee kunt nemen. Ja, precies. En dan vervolgens besluit je dus weer om terug te gaan. Hoe wordt daar dan op gereageerd? Want ik kan me voorstellen dat dat minder enthousiast is dan toen jullie samen daar naartoe gingen. Nou ja, we wisten wel op zich van ja, op Curaçao kan je wel studeren, maar het is niet echt de studie hoogte als zeg maar in Nederland. Ja. Dus eigenlijk iedereen die op Curaçao afstudeert, die gaat of naar Amerika of naar Nederland. En sommigen blijven dan wel op Curaçao, maar dat gebeurt niet heel veel. Dus en mijn zus was 2 jaar daarvoor zelf ook al naar Nederland gegaan. Dus zij had het ook al meegemaakt. Dus eigenlijk is het heel normaal dat dat gebeurt. Maar ja, je zit er natuurlijk wel een beetje tegenaan te kijken van, oh ja, dan moet ik dat ook gaan doen. En ook bijvoorbeeld dan dacht ik, ik weet helemaal niet eens hoe een wasmachine werkt of hoe dat allemaal werkt, want dat deed mijn moeder toch allemaal, weet je wel. Dus het was wel echt helemaal opnieuw beginnen. Je bent ook in één klap volwassen, want ik was op mijn 18e meteen al het huis uit en 9000 kilometer verderop. Dus je moet ineens wel echt snel volwassen worden. Maar daardoor zeggen mensen vaak van, oh, je bent wel volwassen voor je leeftijd. Al toen ik zo jong was, dacht ik, ja, dat moest ook wel, weet je wel. Dus ja, ik zie het eigenlijk alleen maar als iets positiefs. En zat er op dat moment dat je dus terugkwam naar Nederland dus iets van twijfel of ook wel zorgen in je hoofd van, nou, hoe gaat dit verlopen? Of ben je iemand die... Nee, zeker. Springt, ja. Het was wel spannend. En ik ben ook echt een paar keer naar Nederland gegaan om open dagen te bezoeken en zo. Want ik dacht, ja, ik kan niet zo makkelijk stoppen met mijn studie. Want ik heb niet echt iets waar ik dan naar terug kan. Weet je wel? Vaak merk ik dat mensen bijvoorbeeld in Den Haag wonen en dan gaan ze een beetje in de omgeving zoeken naar een leuke opleiding. Ja, en dan denk ze van, ik zie het wel. Maar ik dacht, nee, ik moet echt een goede beslissing nemen. Want ik kan niet zo makkelijk meer terug, weet je wel. Dus ik kon ook overal in Nederland starten en beginnen. Dus ik ging ook naar Groningen en Rotterdam en Amsterdam en Den Haag. Want ja, je hebt geen thuisbasis. En toen vond ik de Haagse Hogeschool dus het leukste. Dus toen ging ik daar ook omheen een huisje zoeken, zeg maar een studentenstudio. En toen kwam ik dus ineens in Den Haag. Maar ik vond het wel heel spannend en ook wel heel belangrijk dat dat goed ging. Omdat ik dus niet echt terug kon vallen erop. Ja. En ondernemen, dat stond al hoog in je vizier, zei je toen je terugkwam naar Nederland. Nou ja, echt dat het ondernemen zelf misschien niet per se, maar wel echt het aanpakken van iets, weet je wel. Ja. Dus ik had zelf, ik woonde dus, ik had al mijn HAVO gehaald toen ik 17 was. En toen mocht ik dus nog niet terug, want ja, mijn ouders zeiden, je mag niet eens op jezelf wonen dan. Ja. Dus toen heb ik een jaar gewerkt op Curaçao in de horeca, gewoon op het strand. En toen dacht ik, oké, dit is niet wat ik de rest van mijn leven wil doen. Dus ik moet wel naar Nederland om te gaan studeren. En toen ik op Curaçao, 2 weken voordat ik naar Nederland ging verhuizen, ontmoette ik Randy. En die was daar op vakantie. En ja, hij had echt zoiets van, oh, ik wil ondernemen en ik wil iets leuks doen. En ik was, oké, wat gaan we doen dan? En ik was helemaal enthousiast, want ik dacht, dat kan in Nederland, weet je, een beetje zo. En toen dacht hij van, wil jij dat ook? Want hij had vaak dat hij juist mensen om zich heen die zeiden van, ja, hoe werkt dat dan? Dat is niet zo makkelijk, weet je. En ik dacht van, alles is mogelijk, dus wat gaan we doen? Weet je, een beetje zo. Dus eigenlijk had hij een beetje dat vuurtje bij mij aangewakkerd. En niet stoppen nu. Ja, wat vet zeg. En wat was het eerste wat jullie dan gingen aanpakken? Wat was het eerste idee? Want vaak begint het daarmee toch. Nou, eerst het idee, ik wil iets met ondernemen doen. Vervolgens ga je op zoek naar een idee om te gaan uitvoeren. Nou ja, ik ging dus naar Nederland verhuizen. Toen ging ik naar school en zo. En toen waren we al meteen van, oké, wat kunnen we doen? En ik was veel aan het luisteren naar meiden in mijn klas. Want ik had bijvoorbeeld nooit gehoord van vloggen of zo. Of toen hoorde ik dat mensen naar Monica Geuze keken. En ik dacht, wie is Monica Geuze? Toen ging ik opzoeken van, wie is dat? En het voelde echt allemaal als helemaal nieuw. En iedereen die was ook met lippenstift bezig en dat soort dingen. En toen zei ik tegen René, waarom gaan we niet lippenstift inkopen? Dan verkoop ik dat gewoon aan de meiden in mijn klas. Dat hadden we dus gedaan. Dus daar begon het eigenlijk mee. Maar toen op een gegeven moment, ja, de meiden in mijn klas waren allemaal wel voorzien. Dus toen dachten we van, oké, hoe gaan we dat dan doen? Dus toen op een gegeven moment gingen we sneakers kopen en weer doorverkopen. En ja, we hebben echt alles wat we konden bedenken, hadden we gedaan. En we hadden op een gegeven moment, waren chokers helemaal in. Dat waren van die kettingjes op dit. Toen dacht ik, toen hadden we de choker.nl, het domeinnaam gekocht. Nou, dat was echt een mega investering van €5. Dacht echt, gaan we dit echt doen? En wat als het niet werkt? En wat als niemand... Toen hebben we, ja, wat als iemand het overkoopt? En dan krijg je gewoon €500 voor iets wat je van €5 hebt gekocht. Ja. Dus dat soort dingen, we hadden echt de meest random dingen gingen we doen. Maar we waren eigenlijk altijd bezig met side hustles. En toen op een gegeven moment, toen dacht ik van nee, maar ik wil echt iets groters. Dus groter dan alleen de mensen in mijn klas of weet je al zoiets.
En toen dachten we van, waarom gaan we niet kleding verkopen? Dus er was toen echt zo'n stijl, die helemaal zo'n jumpsuit dat helemaal in was. Dus toen hadden we daar een website omheen gemaakt. Dat had ik gewoon zelf gedaan met foto's die we gewoon dan van onze leverancier kregen. En ja, op die manier zijn we toen een website begonnen. Ja. En ja, we hebben toen dus een bikini website ook nog gehad. Een hoesjes website, een kleding website. Ja, noem maar op. Zo begonnen we eigenlijk. Ja, dus eigenlijk, dat zijn best wel een beetje de standaard stappen die een ondernemer in het begin onderneemt, toch? Ja. Van je gaat wat producten verkopen, marges daarop pakken. Ja. Eigenlijk wel een beetje aanvoelen hoe het spel werkt. Omdat je zegt van, hey, alleen de stap al om naar klasgenoten toe te gaan en te zeggen, ik heb iets te koop, die durven heel veel mensen al niet te nemen. Want dat is spannend. Dan kan iemand ook nee zeggen. Maakt hem echt niet uit. Nee, dat zegt dus iets over jouw karakter. Ja. Ik kan me bijna voorstellen dat jij denkt van, oh ja, maar daar kan ik me niks bij voorstellen. Maar toch, dat die afwijzing die mogelijk is op het moment dat jij iemand iets aanbiedt en daarmee gewend raken, is natuurlijk al iets wat je moet overbruggen voordat ondernemerschap gaat werken voor je. Nee, ja, dat is waar. Maar ik heb daar eigenlijk nooit een dag, nee, oké, okay, nou dan de volgende, heb jij er zin in? Ja. Weet je, ben ik zo. Dus het was, ja, ik had ook, er zijn ook genoeg dingen dat echt totaal niet ging zoals we in ons hoofd hadden en dat we heel veel geld erin hadden geïnvesteerd. Nou ja, heel veel, dat in ons hoofd heel veel toen. Ja. Hadden geïnvesteerd en dat totaal niet werkte. We hadden ook onze kledingwebsite. Toen dachten we, oké, Nederland hebben we al gehad. Nou, echt totaal niet, maar maakt niet uit. Toen dachten we, oké, welke taal kunnen we nog meer? En Renny die kan dus Spaans. Dus toen dachten we, oh, we gaan de hele website in het Spaans vertalen en we gaan naar Spanje. En nou, 3 maanden lang Renny die hele website vertaald in het Spaans. En toen gingen we daar live. En toen dachten we, ja, hoe werkt dit dan? Weet je, wat moeten we dan doen? En wat doen ze daar? Ja. Nou, dat was echt één disaster. Dus toen dachten we, oh, oké, nou ja. Gelukkig was het alleen 3 maanden van ons leven. Ja, precies. En als jullie nu terugkijken, ik zeg even jullie, want je doet het dan natuurlijk samen op die periode. Wat is denk je het belangrijkste wat je daarin hebt geleerd, wat je voor nu nog steeds meeneemt? Focus. Ja. Ja, dat is echt Randy zijn mantra. Dat hoor ik echt 10 keer per dag. Want ik heb heel veel ideeën en ik vind alles leuk en ik wil alles doen. Ja. En zegt Randy, Julia, focus. Want dat is vaak waar het misgaat. Wanneer je allemaal andere dingen gaat doen en dingen leuk vindt en overal zie je kansen en alles wil je oppakken, maar daardoor gaat je focus weg van je hetgene dat werkt. En dat hebben we echt geleerd en dat doen we nu echt nog steeds. Maar ik vind ook wel door dat soort fouten gaan we ook minder makkelijk nu met Clay & Glow dan naar nieuwe markten. Omdat we daar toen al hadden geleerd van zo makkelijk is dat niet. Ja, ja. En daardoor ben ik nu, zijn we daar, vind ik dan, iets te afwachtend in. Omdat we zoiets hebben van, ik weet niet hoe het werkt en of het wel goed gaat. Ja, precies, weet je, ja. En maar andere culturen natuurlijk en dergelijke. Ik heb gisteren toevallig een documentaire bekeken over Daily Paper. Die ook nieuwe markten ingingen. New York, Londen. Oh, cool. En dat ging heel erg daarover. Dat ze zeiden, wow, we hebben dit wel. En die is een onderschat. Want mensen zijn, consumenten zijn zo anders daar. En je moet zulke andere partners zoeken, et cetera, et cetera. Dus het komt inderdaad met allerlei uitdagingen. Nou, dat. En we hadden dat dus al best wel vroeg geleerd. En dat is eigenlijk ook hoe ik die ondernemingen toen, hoe ik dat nu zie, van dat waren echt onze leerlessen. Daar hebben we echt alles geleerd hoe het wel moet, hoe het niet moet. Wat goed is om te doen, wat slecht is om te doen. En daardoor was Clay & Glow ook wel snel goed in de markt. Omdat we er al zoveel met de andere bedrijven zeg maar van hebben geleerd wat absoluut niet een no-go is en wat absoluut wat je wel moet doen. Zou je kunnen zeggen dat jullie toen vooral heel veel producten hebben gelanceerd, maar niet per se merken? Ja, het waren geen merken. Het was inderdaad echt. En toen we dat verkochten, dachten we, oké, nu willen we echt een merk. Echt dat als je het logo eraf haalt, dat je nog steeds ziet, oh, dit is dat en dat. En dat hebben we daar echt geleerd hoe belangrijk dat is. Want in de skincare heb je natuurlijk zoveel merken, maar in de kleding en alles natuurlijk ook. En iemand kan heel makkelijk, de loyaliteit van een merk is best wel steeds verminderd, wordt dat, zeg maar. Vroeger was het echt, ik gebruik dit en alleen maar dit. En nu is het van, nou, dit is op. Of kapot, of ik heb iets nieuws nodig. Oh, misschien is dat wel leuk. Dus daarin is een merk bouwen denk ik echt heel erg belangrijk. Ben jij de founder of marketingdirecteur van een merk dat positieve impact maakt? En willen jullie groeien, maar lukt het niet of minder goed om meer en betere leads binnen te halen via socials? Met Youngest Media helpen we merken zoals jullie om meer en betere leads binnen te halen door middel van video content marketing. Dit doen we met en voor merken zoals UNICEF, Climate Tech Investeringsplatform Carbon Equity en Mind, die de mentale gezondheid in Nederland verbeteren. Voor Mind bedachten en produceerden we een videocampagne waarmee zij 9 miljoen mensen bereikten via socials en meer dan 5000 conversies realiseerden via de website. Ben je benieuwd hoe wij jouw merk kunnen helpen om meer impact te maken?
Plan dan een strategiegesprek via de link in de omschrijving. En hoe is die dat avontuur toen afgesloten? Ik heb er natuurlijk iets over gelezen, maar wat dat betreft hebben jullie het wel goed tot afgang gebracht, toch? Nou ja, we hadden in eerste instantie iets van, oké, we zetten het uit en we gaan door, want dit werkt niet meer. Zo hadden we het een beetje in ons hoofd, maar we dachten wel van, dit is echt super zonde om uit te zetten. We hebben 1,5 jaar was het toen, hebben we echt onze hele leven ons daarin gezet. Dus toen dachten we van, we gaan het ook niet zomaar uitzetten. En toen hadden we gezien dat je een website hebt waar je je website op kan zetten. En dan kom je dus in contact met mensen over de hele wereld. Dus toen dachten we van, nou, dan gaan we dat doen. En toen hebben we inderdaad kwamen we in contact met wat Amerikanen uit Dallas en Dallas, Texas en Houston, Texas. Ja. En toen zeiden ze van, nou, wij willen het wel overkopen. Komen jullie dan naar Amerika toe om ons het uit te leggen en over te dragen? Ja. En okay. Ik vertelde dat aan mijn ouders. Ik zei, oh my god, en kijk dit en dat. En toen zei mijn vader, geloof jij in sprookjes? En toen zei ik, ja, dit is geen sprookje, dit is echt. Toen zei hij, ja, maar dit klinkt toch te goed om waar te zijn? Ja. Toen zei ik van, nou en? En als het nou niet zo is, dan heb ik een leuke tripje naar Amerika gehad. Hoe erg kan het zijn? Nou ja, en ze hebben me ook volgens mij alleen laten gaan omdat ik natuurlijk met Randy was. Want als ik alleen was, dan denk ik niet heel blij ermee waren. Maar ja, ze zaten toch aan de andere kant van de wereld. Dus hadden niet heel veel te zeggen. Ja. Want ik was alleen in Nederland. Dus ja. En toen zijn we naar Houston gegaan. En toen hebben we daar onze bedrijven achtergelaten, zeg maar. Kijk, verkocht. Ja, en toen kwamen we terug in Nederland. En we dachten van, oké, we gaan niet aan het geld zitten. Want je hebt natuurlijk allemaal ideeën, die leuke dingen die je wil doen. Ja. Maar we dachten, nee. Want, ik ga je heel even stoppen hier. Maar dat betekent dus wel, als je iets kunt verkopen, dan zit er dus waarde in. Ja, dat dus wel, ja. Blijkbaar zagen deze personen van, hé, maar als we dit overnemen, kunnen we dat voortzetten. Ja. Kun je iets vertellen over de omzet of waar ik aan moet denken dan wat jullie al deden met die webshop destijds? Want dat geeft ook iets... Ja, dat was echt niet heel veel of zo, hoor. Het was op zich prima en zij wilden gewoon een site, hoe zeg je dan, passive income wilden ze eigenlijk. Het waren gewoon advocaten of zoiets, ik weet niet eens meer wat ze deden. Maar zij dachten van, oh, als een meisje van 18, want ik was 18, 19, als zij dat kan, dan kunnen wij het ook wel. Ja. Dat hebben ze wel heel erg onderschat trouwens. Ja, ik wil zeggen, want het klinkt inderdaad wel van, als je uitvliegen naar Amerika zelfs, of overvliegen, dat kost natuurlijk ook allemaal geld. Ja, dat ga je niet doen als je die website voor 5.000 overkoopt. Dus nee. Mensen, ik zou dat niet doen, maar ik het zo zeggen. Nee, dat was wel wat meer, ja. Maar ja. Het was ook niet echt baanbrekend of zo. Dat nee, niet. Precies, okay. Maar zij dachten van, nou ja, weet je, als je elke maand gewoon een mooi steady inkomen hebt, dat is er goed voor de naast. Dan hebben we binnen een paar maanden hebben we ons geld eruit en dan kunnen we doorpakken. Ja, precies, okay. Maar ja, zij waren wel vergeten hoeveel werk en tijd en energie wij erin staken. En toen we daar ook waren, had ik hele documenten geschreven en ik had helemaal alles uitgelegd en ik was hun alles aan het uitleggen. En terwijl ik dingen aan het uitleggen was, kreeg ze een telefoontje en namen ze het op. En toen dacht ik van, ik ben iets aan het vertellen. En ik vond dat zo erg, omdat ik dacht van, maar dit heb je nodig om dit door te kunnen zetten, weet je wel. En toen zei Renia ook van, Julia, jij hebt je best gedaan, weet je. Jij hebt echt alles eraan gedaan. En achteraf hadden zij inderdaad gezegd, Julia, hoe werkt dit en hoe werkt dat? En zei ik, dat heb ik allemaal uitgelegd toen je niet aan het luisteren was. Ja. Maar goed, zij hebben er ook, denk ik, weer veel van geleerd. En wij ook. En wij hadden zoiets van, oké, nu, wat gaan we nu doen, weet je wel. En toen zijn we dus naar Nederland teruggekomen. En toen zijn we echt gaan denken van, oké, nu willen we echt een merk opzetten, want voorheen waren we eigenlijk gewoon andermans producten aan het verkopen. En nu wilden we echt ons eigen merk en eigen product maken. Dus niet dat je het ook bij de Kruidvat of ook bij de Douglas al kon kopen, maar echt iets van onszelf. Ja. Waar begin je dan? Wat is de zoektocht voor iedereen die nu ook kijkt? Want het zijn er veel vaak die zeggen van, ja, ik wil wel iets, maar waar begin ik? En jullie stonden toen op dat punt. Dus wat vormde een aanknopingspunt om te kunnen zeggen van, hey, hier kunnen wij een merk opbouwen? Een merk wat een product overstijgt. Ja. Nou ja, Google is your best friend. Wij hadden ook geen idee waar te beginnen. Maar we zochten echt gewoon op, hoe start je een skincare bedrijf? En wat heb je nodig? En wat is belangrijk? En toen kwamen we er ook wel achter dat het niet, oh, je gooit een paar ingrediënten bij elkaar. Maar dan weet je wel dat skincare is. Oh ja, nee, dat wisten we eigenlijk dus nog helemaal niet. Nee, oh, dus jij wilt nog even nog verder terug. Nou ja, we wisten dus eigenlijk helemaal niet wat we wilden doen. Dus we kwamen terug en we dachten, oké, wat nu? Weet je, we hadden dan wat geld om te investeren, maar ja, je kan eigenlijk alles doen. Dus toen gingen we echt op zoek naar problemen die we hadden of dingen die we cool vonden of leuk vonden. En we hadden ook toevallig, ik was best wel vaak aan het oppassen op kinderen. En toen dacht ik, wat als je een soort Tinder maakt, maar dan voor oppassers. Dus dat mensen hun oppassers makkelijk uit de buurt kunnen vinden. Ja. Dus ik dacht, oh, dat is echt het beste idee ooit. En toen ging ik kijken en toen bestond er al zoiets. En toen dacht ik van, ja, weet je,
die is al zo lang bezig en die had ook investeerders. En toen dacht ik, ja, dat heeft ook geen zin om daartegen op te bootsen, ja, zeg maar. Dus toen dachten we, nou, oké, dat werkt niet. Dus we waren echt een beetje op zoek naar een oplossing. En ik heb echt wel het idee dat iedereen wel ideeën heeft. Iedereen denkt van, oh, dit zou echt een goed idee zijn. Maar niemand die, of nou niet niemand, maar de meesten die pakken het niet aan en die maken het hun eigen en die gaan er alles aan doen om te zorgen dat het werkt. En dat is wat wij deden met Clean Glow en met de skincare. Want ik had dus altijd al een hele lastige huid en een hele gevoelige huid en acne huid en echt van die uitbarstingen dat ik helemaal onder zat. Ja. En dat ik dacht van, wat is dit? Weet je, en ook met naar de dermatoloog. Maar die spulletjes die ik van de dermatoloog kreeg, maakte mijn huid echt enorm droog. Dus echt dat gewoon de schilfjes ervan afvielen. En ja, ik kreeg ook van hem te horen van, ja, je kan gewoon geen... Je moet alleen maar natuurlijke producten gebruiken en met natuurlijke ingrediënten. Want je kan dat mooie allemaal niet gebruiken. Want ik zei, ja, ik heb dit gebruikt. Ja, dat werkt toch niet voor jou uit? Dus toen had ik weer een avond dat ik weer helemaal onder zat. En ik dacht, nou, ik doe even een maskertje op. En toen was het echt weer een enorme allergische reactie. En ik werd mega rood. En de vlekken stonden overal. En ik zat met zo'n ijsding tegen mijn hoofd aan dat zo brandde. En toen zei ik tegen Renny van, en dit dan? Kunnen we hier niet iets mee? En toen, wat bedoel je? En toen zei ik van, nou, wat als we gewoon een product maken dat goed is voor de acnehuid, maar dat er ook mooi uitziet. Ja. En dat ook echt werkt. Want dat was vaak het probleem. Want dan ging ik helemaal blij. Dacht ik, oh, dit heb ik op Instagram gezien. En dan kocht ik het. En dan zag mijn huid er zo uit. Dus dan dacht ik ook van, ja, dat werkt niet voor mij. Precies. Dus toen dacht ik, wij kunnen dat heus wel beter. Weet je wel zo. En ja, weet je, wij zijn niet het eerste skincare merk op aarde. En dat hoeven we ook niet te zijn. Maar we dachten wel van, we komen wel met iets vernieuwends en wat nieuws. En dat was dus, ja, het er mooi uit laten zien, maar wel met de natuurlijke en biologische ingrediënten en alles. Ja. En ik kan me voorstellen, hoe voelde je op het moment dat je zo'n uitbarsting had? Want het zit natuurlijk in je gezicht. Het wordt rood, het doet pijn. Dus... Ja. Nou ja, sowieso is dat als ik van die uitbarsting had, ging ik ook niet naar buiten. Het was echt, dan schaam je je dood. Je voelt je onzeker, je denkt van ja, dit ziet er allemaal niet uit. Of je moest dan met lage make-up op, dat ik ook niet echt chill vond. Dus ik had zoiets van, ja, dit is niet top. Dus ik dacht van, als ik mijn eigen probleem kan oplossen, misschien dat ik dan anderen ook wel kan helpen en in hun kracht kan zetten. En dat ze wel gewoon een keer zonder foundation de deur uit durven, weet je wel. Ja. Dus dat was wel meteen mijn idee erbij. En ik had ook opgeschreven, ik wil honderden mensen blij maken in hun huid, weet je wel zo. Dus ik had wel ook meteen een doel erbij van... Mijn missie meteen. Ja, precies. Dus ik dacht van, ik had het helemaal in mijn hoofd. Het duurde alleen allemaal veel langer dan ik in mijn hoofd had. Want ik dacht, nou, ik heb het idee, ik maak het product. Binnen een paar weken zijn we online. Ik had het helemaal bedacht, maar dat ging even dat wat anders. Dat was even anders, ja. Want hoe ging het echt? Nou ja, eerst op zoek naar iemand die zo gek is om in jouw idee te geloven. Want ja, we kwamen bij producenten zeg maar aan. Zeiden van, nou, we willen een masker maken. Want ik wist wel dat ik een masker wilde, want daar waren we ook mee begonnen. En ze zeiden van, ja, we hebben 100.000 stuks, is een minimale afname. Ja. Toen dacht ik, oké, ik heb wel een beetje startkapitaal, maar niet zoveel. Dus ja, dat... En even waar praten we over, even voor de goede orde trouwens. Ik ben niet iemand die deelt naar bedragen vraagt omdat ik geld zo interessant vind. Maar dat geeft iets aan over de orde van grootte en ook de grootte van een uitdaging. Dus dat is de reden dat ik het soms even probeer erachter te komen. Want ja, een investering van 100.000 stuks, dat kan... Als je het over papieren hebt, dan is het nog steeds niet veel. Maar heb je het over producten, is het veel. Ja, 100.000 stuk zal tussen de 500.000 en een miljoen euro zitten. Ja, kijk, dus dan heb je meteen wel echt over serieuze bedragen. Ja, het is niet goedkoop. Want een product, en zeker met waar wij mee wilden komen, natuurlijke ingrediënten, dat is gewoon duur. En dat was ook halverwege dat we ook zoiets hadden, ja, misschien is dit ook niet echt helemaal het idee. Want het was allemaal veel duurder dan we hadden bedacht. Maar ik had wel zoiets van, we zijn eindelijk ermee bezig en ik wil dit. Weet je, en we hadden dan eindelijk een sample. Nou, dat is dan weer wat verder. Maar we hadden eindelijk een sample waar ik goed op reageerde, waar mijn huid goed op reageerde en waar mijn acne van minder werd. Dus ik dacht van, ja, dit moet het zijn. Dit moeten we doen. Maar ja, toen hadden we dus uiteindelijk dus een producent gevonden die zei, nou, ik kan met 3000 stuks beginnen. Kijk, en toen dachten we van, nou, dat is een mooi aantal waar we mee kunnen beginnen. Maar dat is al een hele journey om zo'n iemand te vinden die ook erin wilt investeren. Zoek je dat dan in binnen- en in buitenland? Ja, wij dachten eerst, nou, Nederland heeft dat niet. Dat kan helemaal niet. Dus we waren echt overal gaan zoeken. China durfde ik niet, omdat ik dacht, ja, ik weet niet wat zij daarmee doen met de ingrediënten. Kijk, er zijn genoeg skincare merken die dat wel durven. Maar ik had zoiets van, ja, dat durfde ik niet. Dus ik dacht, op een gegeven moment hadden we zoiets van,
ja, is dat niet in Nederland dan wel zo? Weet je, juist omdat je dan klein kan beginnen. En we hadden ook wel wat interviews en podcasts geluisterd. En die zeiden ook van, je moet eerst binnen je eigen land beginnen. En dan kan je daarna altijd nog naar een grotere partij. Dus, nou ja, dat. En toen zijn we dus in Nederland gaan zoeken. En toen hadden we uiteindelijk een man gevonden die echt 20 plus jaar ervaring heeft. En echt samen met ons de uitdaging aan wilde gaan. Hij dacht, nou, dat vind ik eigenlijk wel een heel leuk challenge, zeg maar. Dus nou, daar wilde hij ook ons bij helpen. En toen zijn we dus samen gaan ontwikkelen. En zeiden we, oké, deze ingrediënten willen we er absoluut niet in. En deze ingrediënten juist wel. En toen zijn we samen eigenlijk gaan ontwikkelen. Nou ja, toen hebben we echt ook nog wel heel veel samples moeten testen. Ja. En uiteindelijk 9 maanden later hadden we dus uiteindelijk echt een product waar we achter stonden. Kijk. Want we hadden op een gegeven moment hadden we wel een product. En ik werd er wel zeg maar een beetje rood van, maar ik dacht, ja, misschien is dat gewoon hoe het moet zijn, weet je wel. Maar dus dan gaf ik het aan een vriendin, zei ik van, zou je hem willen proberen? Maar ik was zo onzeker om het aan haar te laten proberen, dat ik zei, ja, ik weet niet of het werkt, maar misschien dat het wel werkt voor jou. Of, weet je, dus toen dacht ik ook van, ja, zo wil ik ook niet in met mijn bedrijf beginnen, dat ik denk, ik weet niet of het wel goed is. Dus nu, 9 maanden later, dacht ik, oké, nu ben ik er echt wel confident in. Als mijn huid er goed tegen kan, dan zijn er vast nog wel mensen. Ja, je hebt altijd mensen die allergisch zijn voor allemaal verschillende ingrediënten. Dus je zal niet 100% van de mensen kunnen helpen. Maar 90% daar deden we het voor. Ja, precies. Ja. En je zei dan, dat gingen we samen met hem doen. Bedoel je dan ook, want het was de producent dan toch? Wanneer je dat gaat ontwikkelen. Ja. Werkt dat zo dat diegene dan ook gaat mee investeren en mede aandeelhouder wordt? Of is dat meer gewoon een gezamenlijk traject van, ja, maar als wij het voor jullie gaan produceren, dan hebben we er uiteindelijk ook voordeel bij. Nou, dat. Ja, precies. Het was niet per se dat hij mede-aandeelhouder was of zo. Nee. Hij had al met meerdere merken dat hij ook producten maakte. En hij vond het gewoon een leuke challenge. Ja. En kijk, hij krijgt ook vaak genoeg mensen zoals mij in zijn salon, of weet ik veel wat het is, die met geweldige ideeën komen. Maar hij zei ook van, ik moet het eerst zien, weet je wel. Dus hij was wel dat hij wilde helpen, maar het was wel van, nou, eerst zien dan geloven. En we hadden ook een keer, dat was de eerste batch met doosjes die we hadden laten bedrukken. En de kleur die was dus helemaal fout. En toen zei ik van, nee, we gaan echt heel veel in de toekomst inkopen. Dus kunnen jullie niet iets doen aan de prijs? En toen zei die man ook, dat zeggen ze allemaal. Ja. En toen zei ik, ja, maar wij echt? En toen zei hij, ja, sorry, nee. En toen zei ik, ga nooit meer bij jou. Je gaat wel zien dat ik echt wel, weet je al zo. Ja. Dus, maar ja, achteraf denk ik snap het ook wel. Want zij krijgen altijd van dat soort mensen. En er kan altijd wat fout gaan. Dus, nou, dat wel. Maar ik merk wel al nu in het kwartier of zo dat we aan het praten zijn, dat jij een bepaalde energie hebt. Dat zei ik ook toen je binnenkwam. En uiteindelijk gaat het er in het begin ook om toch dat je mensen niet kunt overtuigen als in ze overhalen. Maar het gaat om vertrouwen te creëren. Ja. En de manier waarop je iets brengt, en daar hebben we het voordat we dit gesprek begonnen ook over gehad. En de structuur die je gebruikt, de energie die je erachter zet, bepaalt wel heel veel. Ja, misschien ook wel. Of mensen het je gunnen en of ze je vertrouwen en dergelijke. Ja. En ik merk wel dat ik nu al het afgelopen kwartier denk van, nee, ik snap wel waarom jou dit aan het lukken is. Omdat letterlijk de kracht passie, die je erachter zit, de passie. Ja. En ook met een team waar we straks nog bij gaan komen. Kijk, een team gaat alleen maar vooruit als jij natuurlijk ook vooruit gaat en vertelt waar je naartoe gaat en zo. Ja, ja. En als je dat op een manier vertelt die totaal niet inspirerend is, ja, dan wordt het allemaal een heel zwaar geheel, maar ik zit hier bijna ook op die bank. We gaan vooruit, snap je? Ja. Dus dat vind ik wel echt tof. Ja, ik denk ook wel dat wel, want ik zag het helemaal voor me. En ook elke keer als ik het bijvoorbeeld aan mijn ouders aan het vertellen waren, zaten ze ook zo van, waar heb je het allemaal over? Weet je wel, zo. Je ziet het wel en ik weet het zeker. En het was ook wel dat, ik had ook wel momenten dat ik dacht van, weet je wel, laat maar. Maar dan was Randy er weer om mij te zeggen van, nee Julia, we moeten doorzetten en we zijn er bijna. En weet je hebt zoveel momenten dat je kon opgeven. Ja. Waarom nu? En toen dacht ik ook van, nee, opgeven is geen optie. We gaan door, weet je wel. Dus we waren, het hielp denk ik ook echt wel dat we het samen deden. En daardoor dat ik niet alleen in deze hele journey was. Want anders dan had ik het misschien, dacht ik van, nou, laat maar. En als je even naar die beginperiode dan kijkt, hè, die eerste 9 maanden tot aan de eerste lancering. Wat was denk je het dieptepunt van die periode? Ik kreeg zoveel samples waar mijn huid ook weer zo allergisch van werd. En dan moest ik ook gewoon 2 weken lang eisen. En weet je, dat het überhaupt terugging naar normaal. En ja, at some point, als je sample 5 hebt gehad en het werkt nog steeds niet en je dacht nu echt dat het werkte, toen, we waren toen ook alles aan het filmen. Want ik zei, dat is leuk voor later. Kunnen we laten zien wat we allemaal hebben meegemaakt. En toen was Randy mij ook aan het filmen. En de tranen die gingen in mijn ogen zitten. Omdat het gewoon brandde in mijn gezicht. En toen zei ik van, voel jij het ook branden? En hij, nee. Toen zei ik, oh, daar gaan we weer. Weet je wel? En dan ben je gewoon echt wel
hoe zeg je dat? Zit je er echt even doorheen? Nou, dan ging gewoon in bed liggen en dacht ik, nou, dit werkt toch niet. En de volgende ochtend werd ik wakker en dacht ik, nee, Julia, je moet niet opgeven. We komen er wel, weet je wel. En Renny zei at some point ook van, ja, Julia, jouw huid is misschien gewoon echt niet te doen. Misschien moeten we gewoon iets anders verzinnen. Kunnen we niet iets voor je haren doen of iets van make-up of iets anders? En toen, weet je, we waren natuurlijk wel altijd van, oké, we willen wel iets doen, maar misschien is dit het niet. Ja. Maar er was toch elke keer dat we zoiets hadden van, nee, we moeten het echt door blijven zetten en we moeten het doen. En wat we op een gegeven moment ook hadden gedaan, en dat was wel echt een soort stok achter de deur voor onszelf, dat we al het logo hadden bedacht, we hadden de naam al bedacht, we hadden de Instagram hadden we al. En we waren daar elke dag op de Instagram aan het posten. En we dachten van, ja, we hebben nog geen merk, we hebben nog geen product, we hebben nog helemaal niks. Maar we waren wel, het was een soort stok achter de deur van, dit gaat lukken. Wat er ook gebeurt, we zijn hier al mee bezig. Want je bent letterlijk 24/7 samples aan het testen. Ja, je wordt helemaal gek. Want je kan niks anders dan samples testen. Ja, wat is dat nou, weet je wel? Dus, wat posten jullie dan allemaal? Het proces, het hele ontwikkelingsproces? En de... Nou, op een gegeven moment wel, ja. Toen namen we ook echt wel onze Instagram-volgers mee van, hey, moet er nou wel of niet dit of dat in? Weet je wel, dan een poll en zo, maar dat was nadat we al wel een paar duizend volgers hadden natuurlijk. Ja, maar in het begin posten we gewoon grappige memes. Dus dingen die grappig waren of over skincare of over mental health of zo. Weet je wel, dat soort, dat deden we. We posten één keer, dus we posten drie keer per dag zonder content van onszelf. Dus een meme hadden we, een mooie tropische foto of een soort inspiratiefoto en een influencer, BN'er of zoiets. Ja. En toen hadden we dus ook, dus we zijn in... Even kijken, in december dus het Instagram begonnen. En we waren dus al sinds juli of zo dus al aan het testen. En toen in maart, toen hadden we Kim Veenstra gepost met een mooie vloeiende achtergrond van haar foto. En toen volgde ze ons terug, omdat ze dat zo'n mooie foto vond. Toen dachten we van, oh my god, Kim Veenstra volgt ons gewoon. En dat kan je dan geluk noemen, dat zij ons dus al volgde en ons al zag voordat we überhaupt een product hadden. Ja. Maar ik had zoiets van, wij hebben dat echt afgedwongen, want we hadden ook gewoon kunnen wachten met zo'n Instagram totdat we echt iets hadden. Ja. Maar wij bleven gewoon elke dag posten, terwijl we ondertussen met een rood hoofd zat ik weer met samples. Maar dat hield ons wel, weet je wel, aan de go. En dat we dachten van, oké, hier zit wat in. En zeker, je bent al onderweg. In plaats van als je de hele tijd maar wacht en het voor jezelf houdt, dan is de kans natuurlijk groot, wat je zei, dat die twijfels. Oké, is dit wel de juiste weg? En dan kunnen we niet toch beter switchen? Ja, wat maakt het eigenlijk ook uit. Niemand weet ervan. En voor je het weet is het gone natuurlijk. Dus. Precies. Dus wij hadden echt zoiets van, nee, dit is het. We gaan op Instagram posten en op een gegeven moment, we deden ook giveaways met andere mans producten, weet je wel. Dus we kregen ook echt wel wat volgers erbij en zo. En mensen waren echt benieuwd van, oh, wat voor product gaan jullie dan lanceren en hoe gaat het er dan uitzien? En dus voordat we lanceerden, hadden we dus al 10.000 volgers. En mensen waren echt van excited om eindelijk te zien waar we mee kwamen, omdat ze natuurlijk ook al maandenlang zaten te wachten eigenlijk. En we hadden ook de mensen die we echt vanaf het begin, die ons hielpen met vragen, weet je wel. Dus we waren echt in DM's gewoon mensen aan het vragen van, oké, wat mis jij? Wat vind jij belangrijk in je skincare? Of in de packaging? Of wat moet erop staan? Weet je wel? Dus die mensen hebben we allemaal het product gegeven. Van, nou, bedankt dat je het er was tijdens het proces. En we wilden gewoon echt feedback van ze. Dus het was ook niet van, oh, je moet posten of je moet iets ermee doen. Weet je, het was ook niet hoeveel volgers ze hadden of zo. Het was gewoon echt van, bedankt dat je ons hebt gesteund eigenlijk. Ja, en iets oprecht ook. Gewoon thanks en mooi dat je er nu al bij bent. Ja, precies. En zij vonden dat ook zo cool dat ze dan van ons al producten kregen. En sommige van hun die volgen ons nog steeds. En laatst dan hadden we onze pop-up in de mall. En dan kwamen ze ook helemaal trots van, ik was er vanaf het begin. En zeg, ja, dat weet ik nog. En dan ook dat ik zeg, hey, hoe is het? En dat zij mij echt aankijken van, ken jij mij? En dan zeg ik, tuurlijk, jij was er al vanaf het begin. Weet je, en dat vinden mensen zo raar of zo interessant dat ik dat weet. Maar ik dacht, toen ik met jullie zat te bericht, dat was ik, weet je wel. Dus dat ik voel ook echt alsof we samen zijn opgegroeid of zo. Weet je, dan zie ik dat iemand was afgestudeerd en die is dan samen gaan wonen en die heeft dan nu een kind of zo. Dan zeg ik, hoe gaat het met hem of zo? Dan zit ze me echt aan te kijken van dat jij dat weet. Ja, mooi. Ja. Maar ja, dit is ook echt een vernieuwende manier van hoe de merken van tegenwoordig, denk ik, gaan zijn, toch? Want je zegt die transparantie, die echte connectie, in plaats van normaal gesproken had je alleen een logo en inderdaad iemand daarachter, God knows who. Ja. Ja, want dat vind ik wel interessant, dat je zei van eigenlijk, jullie zijn pas sinds een jaar of zo met jullie gezicht ook gaan posten. Dus toen was je nooit zelf te zien in die content, tot die 10.000 volgers. Nou, daarna ook niet hoor. Okay. Echt eigenlijk sinds vorig jaar, dus 3 jaar nadat we lanceerden, zeg maar, dat we echt... En dat kwam echt wel ook vanuit Renny en ook wel vanuit mij hoor. Maar Renny die zei ook van, nu ben je nog zo in het begin en dan is het
weet je, dan is het niet zo, dan, je moet eerst het merk voor zich laten praten en dan zeggen van kijk, dit ben ik. En ik had toen al van, oh, maar ik kan vloggen en ik kan dit en ik kan dat. En toen zei hij van, het juiste moment moet komen. En toen dacht ik ook van, dat is ook wel zo. En het is ook echt zo op een moment dat je in je studentenkamer zit, want daar zaten wij met z'n tweeën. Ja. Op het moment dat je daar zit, dan ga je daar niet, dat niet vertellen aan mensen. Van, oh, ik zit nog steeds in mijn studentenkamer hoor. Je gaat het natuurlijk doen alsof, dat, alsof je daar niet zit. Dus op het moment dat je daar zit, dan ga je dat niet vertellen. Maar achteraf is dat natuurlijk wel leuk. Maar dat vind ik wel een aparte, want je zou juist zeggen dat de merken, en ik weet tal van voorbeelden die dat proces wel delen en zichzelf, want in het begin is er, ja, het merk is een verzinsel natuurlijk of zo, maar er is niet een soort magisch ding buiten jou natuurlijk. Nee. Kijk, ik snap wel, in je gedachten is dat er wel, en maar wat ik daar dan knap aan vind en wat me meteen triggert, is dat ik denk, hoe kun je dus zonder jezelf te laten zien wel een gevoel bij die mensen creëren alsof ze dus een connectie met een persoon of zo hebben, want dat anders gaan ze niks van je kopen en ook niks aan je vragen of iets voor je doen. Als je alleen maar leuke plaatjes post, heb je eigenlijk hetzelfde als met die producten in het begin. Van ja, als de andere nu leuke plaatjes gaat posten, dan gaan we weer naar die. Dus hoe hebben jullie dat gedaan dan? Ik denk dat dat komt omdat we echt wel op een persoonlijk level met ze spraken. Dus als ze jarig waren, gefeliciteerd. In DM en zo bedoel je? Ja, in de DM. Ja, okay, ja. Dus ook op hun post, als je zag, ze waren geslaagd of zoiets. Gefeliciteerd, wat goed. Ah, kijk, of weet je, als iemand zei, oh, ik ben nu even druk met mijn examens, maar volgende week heb ik het als het goed is gehaald. Dus dan laat ik je weten of zo. En dan was het de week erna en zei ik, hoe zijn examens gegaan? Weet je wel, dus ik was wel echt een oprechte aan het praten met hun, maar ze wisten misschien niet wie ik was of hoe ik eruit zag. Maar ze zagen wel van, oh, deze persoon cared echt. En het is niet een robot die zit te appen of zo, snap je? Dan was daar eigenlijk de magic gebeurde in die DM's en reacties dan, zeg maar, wat de persoonlijkheid van het merk gaf. Ja, en toen was het dus niet per se dat ik mezelf liet zien. Maar dat op een gegeven moment dus wel en langzamerhand wel. Het was ook niet alsof ik loog of zo dat wij het waren. Als iemand vroeg van, hey, weet je, wat is dit? Dan vertelden we wel van, nou, wij zijn Nederland en jong meisje. Ja. Dat vertelden we op zich wel. Maar het was niet per se dat we echt op de voorgrond stonden en op de website stonden van, kijk, dit ben ik. Dat niet. Ja. Maar het is denk ik echt die imposter syndrome die ik toen had. Dat ik dacht van, wie denk ik dat ik ben dat ik dit kan beginnen? Snap ik wat ik bedoel? Ja. Want ik zit nog steeds in mijn studentenkamer. Weet je wel, dus zo was het in het begin. En op een gegeven moment zie je zelf dat het steeds beter gaat. En dan krijg je ook steeds meer die confidence van, oh, dit is eigenlijk best wel iets cools wat ik aan het doen ben. En dan vind je het, in ieder geval dat is hoe ik het zie. Dan vond ik het ook echt cool om te laten zien van, kijk, dit ben ik en dit is wat we doen en hier komen we vandaan. Ja, maar dat is wat je zegt, van meestal als iets goed gaat, dan willen mensen het natuurlijk pas delen, omdat er dan geen risico meer in zit. Ja. Terwijl als je bijvoorbeeld naar een film kijkt, daar hebben we het in de vorige podcast met Daan, die al online staat, over gehad. Ja, als je al weet dat de hoofdpersoon, dat Frodo het allemaal gaat lukken, en hij staat boven op die berg, dan denk je, ja, waarom zou ik nog anderhalf uur kijken? Ja. Dus dat is wel interessant natuurlijk, dat we eigenlijk van nature om onszelf te beschermen, willen we dat niet delen pas als het helemaal zeker is. Terwijl wanneer we het zelf consumeren en kijken, willen we juist dat dat risico er wel in zit. En ik denk juist wat je zegt, dat imposter syndrome, omdat heel veel mensen die nu kijken en luisteren zichzelf er ook in herkennen. Ja. Dat is bijna wat bij iedereen gebeurt. Of je nou een positieve mindset hebt of niet. Maar die twijfel en toch van, ja, maar gaat dit lukken? Ben ik de juiste persoon? Ja. Dat spelletje speelt je bij iedereen natuurlijk in zijn hoofd in meer of mindere mate af. Zeker. Ja, nou dat had en ik dat ook. Je dat kunt weerstaan en daar doorheen kunt eigenlijk door die weerstand. Dat vind ik vaak, dat maakt het onderscheid tussen mensen die de eindstreep, niet dat het een eindstreep is, maar halen of niet. Ja. Dan kun je daar weerstand aan bieden en daar doorheen gaan. En dan kun je natuurlijk gaan vliegen. Ja. Wat was het moment toen jullie lanceerden dat jullie gingen vliegen? Wat gebeurde er? Want je werkt naar die lancering toen 9 maanden ben je aan het ontwikkelen. Was er een lanceerstrategie? Wat gebeurde er toen? Kun je dat omschrijven? Nou, het is wel grappig, want wij hadden helemaal in ons hoofd van die 3000 stuks die zijn voor het eind van de maand op. Nou, dat was absoluut niet het geval. Maar wij waren een beetje in ons eigen droom aan het geloven. En we hadden natuurlijk al die mensen die ons volgden. Maar we gaven hun de producten. Dus wanneer dat voorbij was, dan had je natuurlijk nog van, oh, en nu, weet je wel. En toen hadden we ook zoiets van, het is ook skincare, we zijn online. Niemand kent ons. Je gaat ook niet zomaar random product kopen. Dus we hadden zoiets van, oké, we moeten er gewoon tijd, weet je, het heeft gewoon tijd nodig. Dus het duurde eigenlijk wel wat langer dan ik had gehoopt en had gedacht. Maar we zijn gewoon heel erg veel online bezig gegaan en veel weggegeven. En toen ging langzamerhand kwam de mond-op-mond reclame. Dat mensen zeiden, oh, dit heeft ook echt gewerkt en dit doet ook echt wat. En dat kost ook gewoon tijd. Weet je, ook omdat het een huidproduct is en iemand koopt het omdat ze een probleem hebben en dus de oplossing willen.
Dat kost gewoon tijd. Dus de eerste paar dagen zat ik echt van, oh, dit is echt het ergste wat ik heb gedaan. En dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar ja, we hadden geen ander keuze dan doorgaan, want we zaten met 3000 stuks, weet je wel. En mijn ouders zaten ook aan, en heb je al een order? Elke keer FaceTime, heb je al een order? Ik zei, nee, ik heb wel als we een order hebben. En het duurde ook zo lang in mijn hoofd van, oh, het duurde, en het was een paar dagen of zo, dat we echt een eigen order kregen. Maar ja, dan... Oké, één order en dan een paar dagen weer niet. En dan twee orders en dan een paar dagen weer niet. Dus langzamerhand kwam het gewoon op gang eigenlijk. En ja, hoe meer de mond-op-mond reclame kwam... en hoe meer we gingen posten erover... en uitleg geven over waarom het een goed product was. Toen langzamerhand ging het gewoon lopen. Ja. En toen had ik in juni of zo... had ik een podcast of een interview gehoord... van iemand die dus in Amerika dan in Sephora kwam te liggen... met haar producten. En toen dacht ik, oké, dat moeten we doen. En toen zei ik, oké, Sephora is misschien een beetje overdreven, maar wat heb je hier in Nederland? René die zei, Julia, we zijn net een maand online. Hoe verwacht je dat je in zo'n retail kan? Dus ik zei, ja, want zo kunnen mensen ook de producten voelen en ruiken en proberen. En we moeten in retail. Maar ja, geen idee hoe dat werkt. Maar ik ging gewoon iedereen een mailtje sturen van, hoi, nou, dit is ons merk en dit zijn onze producten, bla bla bla. En laatst sprak ik met onze inkoper van ICPRI. Zij zei, ik heb zoveel mails van... Net als jouw mail krijg ik dagelijks tientallen van. Want ze reageerden ook niet op mijn mails. Want je ging dus wel gericht, want je zei, ik stuurde iedereen een mail. Maar wie was iedereen dan? Je ging gericht op zoek dus naar die inkopers? Of hoe wist je wie je moest hebben? LinkedIn. En gewoon info ad. En hopen dat je iemand dat iemand het doorstuurt. Ja, en ik was er echt obsessief mee. En toen op een gegeven moment zei die Julia... Het werkt niet. Stop, we gaan gewoon aan ons merk bouwen. We gaan aan de naamsbekendheid bouwen. Ze komen vanzelf wel. Want ik was echt obsessief ermee. En toen dacht ik, zo werkt het niet. Maar ja, ik kon ook niet iets anders. Want ze reageerden toch niet. En op een gegeven moment zijn de retailers wel op. En ik had ook echt iemand die ik heel de tijd belde. Want ik had een telefoonnummer. En toen zei ik, ja, maar ik heb nog geen antwoord gekregen. En toen zei hij, bij deze is het antwoord nee. En ik dacht... Je snapt het niet, maar het is echt een goed product, weet je wel. En toen zei René, oké, stoppen nu. We gaan gewoon werken aan het merk en het komt wel goed. En toen, een paar maanden later, toen zijn we gewoon echt gaan werken aan ons merk. En echt het groeien ervan en de naamsbekendheid. Ja. En toen kwamen ze vanzelf. Douglas, ICPRI, Bijenkorf. Allemaal stuurden ze tegelijkertijd in één maand, wat ik ook echt niet kan geloven, een berichtje van, hey... We zijn toch wel even benieuwd wat het is en hoe het werkt en dat. Kijk, en dat. Ja. En toen zijn we dus met ICPRI waren we dus al verder in gesprek. En die vonden we eigenlijk ook de beste partner, omdat zij ook meteen het in meerdere winkels wilden leggen. Ja. Want je hebt ook vaak... Zou je ons kunnen meenemen, heel even één stapje terug, maar hoe gaan die gesprekken en waar gaan die over? En met hoe bedoel ik vooral bijvoorbeeld, wat is de houding van zo'n grote keten dan ten opzichte van zo'n klein merk? En wat vragen ze allemaal of wat willen ze weten of et cetera, et cetera? Kijk, wat ik ook wel snap, er zijn zoveel merken. Waarom moet jouw merk daar komen te liggen? Wat ben jij anders dan de rest? Weet je wel, zij willen ook naar hun klanten toe niet weer hetzelfde lanceren. Weet je wel, dus zij willen ook wel echt iets nieuws. En toentertijd snapte ik ook niet wat ze moeilijk deden. maar nu achteraf denk ik van ja, je moet wel met iets komen. En het is ook het idee dat je in een retailer... wilt, dat is natuurlijk mooi, maar je moet ook de voorraad ervoor hebben. Je moet ook het aankunnen op het moment dat ze je in alle winkels neerleggen, dat je daar ook voorraad voor hebt. En ik denk dat dat ook wel mensen een beetje onderschatten van het in een retailer komen of zo'n samenwerking aangaan, dat is één. Maar om erin te blijven en er een succesvolle samenwerking van te maken, dat is echt something else. Want er zijn zoveel merken en er zijn zoveel... waarom moeten ze jouw product kopen? En ook in de schappen concurreer je nog steeds met al die grote merken, toch? Van als je er dan eenmaal bent, dan is dat nog steeds de afweging. Ja, en zij hebben zoiets, er zijn 6 planken bij wijze van spreken. Ja, ik kan net zo goed alle 6 vullen met Chanel, dan weet ik dat het verkoopt. Waarom moet 1 plank jouw merk zijn? Ja. Dus dat was wel dat ik dacht, oh ja, waarom eigenlijk? Weet je wel, dat was ook wel moeilijk. Maar ik zei wel van, wat wij hebben is een community. Weet je, mensen die zijn echt, die willen onze producten en die willen zien hoe het werkt. En ik zei, geef me gewoon de kans, ook al is het maar 1 winkel. En dat kon je aantonen wel met je statistieken. Ja, precies. Ja. Ik kon wel natuurlijk wel al iets laten zien. En dat was natuurlijk, na de maand 1 was dat ook helemaal niet zo. Dus de tijd was ook helemaal niet rijp toen. En toen kon ik laten zien van, nou, wij zijn wel de next thing, weet je wel. En iedereen die is steeds meer met ons aan het engagen. En ik weet zeker dat wij ook alles eraan kunnen doen om al die mensen richting de winkels te sturen. En dat is denk ik gewoon vooral wat zij ook willen zien en horen. Dat jij ook
tijd en energie actief heeft, ja. Ja, precies, in de samenwerking stopt. En niet, oh, we staan er en dan vervolgens is dat het. Ja. Want je hebt ook in zo'n winkel de marketing, de medewerkers, de testers. Zorgen dat het mooi daar staat. Weet je, het is allemaal echt heel veel werk en geld en energie dat je er ook in moet steken. Ja. Maar ja, wij pakten dat met beide handen aan toen die Cyprien zei van, nou, ik wil je wel die kans geven. En toen hadden we ook echt maar 1 of 2 producten. Dus het was best wel, zij nemen vaak liever echt een hele lijn op zich. Maar de inkoper die had helemaal, misschien wel inderdaad van mijn enthousiasme, dat ze dacht, oké, ik ga het doen, rusten, ja, weet je zo. En nog steeds hebben wij heel goed contact met elkaar en werken we nog steeds samen. En nu is zij ook heel erg trots dat zij degene was die kans gaf aan ons. Dus ja, ik zei ook van, zonder jou had het niet gelukt. Zeg ze, nou, dat heb je echt wel zelf gedaan, hoor. Dus ja, het is wel echt een mooie samenwerking. Ja, het kan een amplifier zijn van het merk, als er al een merk is. En waar we een beetje aan doen denken is, ik kom zelf vanuit de muziekindustrie, waar je ook al vaak een constructie hebt met platenlabels en artiesten. Een artiest wil heel graag bij een label, want dan ga je echt ontploffen. Ja. Maar wat er dan heel vaak gebeurde is inderdaad, van ja, als de handtekening werd gezet, dan dacht die artiest van oké, nu ben ik binnen. Nu gaat het gebeuren inderdaad, terwijl het dan pas begon. Dat en ik denk is precies echt wat jij nu zegt. Ja. Dat is zelfs de reden dat ik op het duur dacht van hey, ik ga wat breder een andere industrie in. Omdat echt het ondernemende van maar nu gaan we pas echt kracht zetten, zeg maar. Dat miste ik soms, lang niet altijd natuurlijk. En ik denk dat daarin ook juist de kracht zit. Wat je zegt, van dan versterken die platformen elkaar en dan gaat het natuurlijk vliegen. En wij hadden er ook echt alles aan gedaan op socials en alles om iedereen richting de Cyprien te sturen. En het zou dan op maandag lanceren, zeg maar, in de Cyprien. Ja. En dit was dus een jaar nadat we product hadden gelanceerd. Ja, dus in 2019 is Clean Glow, zeg maar, geboren. En in augustus 2020 kwamen we in de Cyprien, midden in de coronatijd trouwens. Zo even start, heel even eerlijk, maar binnen een jaar. Dat is gewoon, ik spreek ook mensen die bij de Appie willen komen te liggen met foodmerken en zo. Ja. Maar, en dat ging al vaak snel. Ik noem het Marielle Smit met Mama Deli en zo. Ja. Maar binnen een jaar is wel echt heel rap. Nou, ik vond het echt veel te traag. Ja, ik dacht echt gewoon, joh, dit duurt echt zo lang. Maar dat komt omdat ik had al na een maand zoiets van, ik moet daarin. Dus dan is elke week is gewoon te lang dat je er niet ligt. Maar ja, vaak vragen mensen ook, hoe doe je dat? En ik denk, weet niet, gewoon enthousiast zijn en geloven en doorpakken. En een beetje, laat het me even uitleggen, met gezonde naïviteit, toch? Je zei net in de zin van, nou, als ik allemaal had geweten wat erbij komt kijken. Ja, het is veel meer dan dat ik toen dacht. Maar als je dat allemaal niet ziet en niet weet, dan ga je ook gewoon. Ik zeg dat ook heel vaak. Ik ben heel naïef en ik ben er echt trots op. Ja, dat is echt zo. Nee, sommige mensen vinden het een belediging, maar ik bedoel het daar op een goede manier. Het is echt zo, want als ik had nagedacht over alles wat fout kon gaan en alles wat op mijn pad kwam en alles waar je... Want bijvoorbeeld nu met personeel, toen dacht ik, oh, CAO, wat is dat? Hoe werkt dat? Pensioenen, oh ja. Weet je, dat zijn allemaal dingen waar ik totaal niet over na heb gedacht. Ja. Maar ja, ik dacht, dat komt wel. Dat is toch nu mijn probleem niet. Hoe ik jou een beetje zie, is in een soort van spelletje. Jij loopt gewoon over dat pad. En af en toe krijg je zoiets voor je gehoord. En dan kijk je gewoon, hoe werkt het? Dan is het weg. Terwijl de ander, die gaat misschien, die wacht met lopen. Die kijkt van, oké, wat staat erachter? Misschien weet je, maar dat werkt gewoon niet op die manier. En ook vaak vragen mensen, waar begin je dan? Hoe weet je dat dan? En hoe doe je dat dan? Ik deed maar wat. Ja, iedereen doet maar wat. Ja. En zolang je gelooft in je merk en weet dat het product werkt en dat je daar achter staat. Want dat is natuurlijk ook van je kan wel in een Cyprien komen, maar wanneer iedereen het retourneert en het geen goed product is, dan ben je er ook weer zo uit. En de terugkomende klant en alles is ook heel erg belangrijk. En dat vind ik heel interessant, want eigenlijk, ik weet niet of jullie het bewust of onbewust hebben gedaan, maakt het niet uit. Maar als je eigenlijk kijkt naar wat jullie hebben gedaan, van ten eerste een echt probleem gevonden met echt vervelende gevolgen. Daarom vroeg ik of hoe voelde je tijdens die uitbarsting? Ja. Zeg maar. Want als je dat gevoel natuurlijk kunt wegnemen bij iemand, kan dat letterlijk life-changing zijn. Ja. In plaats van soms is een crèmetje leuk, zo het ruikt lekker, maar dat is niet geen transformerend product. Ja, en we krijgen ook wel eens van dat soort berichten en dat vind ik dan zo leuk. Dan zeg ik, jongens, even stil. Ik heb even een berichtje dat ik moet voorlezen. En iedereen, oké. En dan is het echt van meiden, dat stuurt dan iemand in de DM of zo van, ik heb voor het eerst ben ik na zoveel jaar uit mijn huis gaan zonder make-up. Dat is voor mij echt iets dat ik nooit deed. Of gewoon iemand van, eindelijk is mijn huid goed. Dan kan ik op vakantie en kan ik lekker de zon in. En kan ik gewoon genieten van mezelf en van het, weet je wel, dat. En daar doe ik het ook wel echt voor dat ik denk, Maar dat is het verschil tussen gewoon maar een product en een merk, toch? Ja. Van het in dit geval, het huidproduct is alleen maar de gateway naar die vrijheid in de buitenwereld bijvoorbeeld, of niet meer dat vervelende gevoel. En ik denk dat dat echt heel belangrijk is om te beseffen, als je nu naar ons luistert of hier naar kijkt, van hey, het is niet van, oh,
ga even een leuk huidproductje verzinnen. Of inderdaad weer een nieuw t-shirt. Maar het gaat om die laag erachter. Ik noemde Daily Paper toen straks, toch? Ja. Wat Daily Paper fantastisch heeft gedaan en nog steeds doet, is verschillende culturen met elkaar combineren en die brug vormen. En die kleding is puur een tool en een uitdraagmiddel daarvoor. Maar ze kunnen ook events doen of iets anders. Dat heeft allemaal dezelfde lading. En dat is het merk natuurlijk wat spreekt. Ja, precies. En wij hadden natuurlijk, we begonnen met een acne product. Of dat mijn probleem was. En elke keer proberen we producten te lanceren die ook echt probleemoplossend zijn. Dus niet, oh, gewoon even. Weet je, we hebben ook wel eens wat producten gelanceerd. Dacht ik, oh, gewoon voor de leuk. Maar dat werkt dan ook niet, weet je wel. Dus je moet ook bij je core blijven. En we luisteren naar onze klanten en naar de feedback. En als zij iets willen, dat maken we. We gaan ook niet zelf dingen. We hebben dat geprobeerd, werkt niet. Ja. Wat wil de klant? Wat zijn hun problemen? Waar lopen ze tegenaan? En hoe kunnen wij daar een product voor maken? Ja. Dus onze tagline als Clean Glow is ook problem solving skincare but cute. En dat is echt alles in één gepropt. Ja. Maar gewoon probleemoplossende producten. Die dus een probleem oplossen voor welk probleem je ook hebt. Maar die er ook gewoon leuk uitzien. Waar je ook blij van wordt. Ja, dus, maar dat tweede wat je noemde inderdaad, dat is meer de bonus, toch? Dat is de saus. Van ten eerste moet het gewoon werken en fucking goed. Ja. En als het dan ook nog eens leuk is en lekker ruikt en goed voelt, dan is dat de bonus. Ja. Maar wat je heel vaak ziet is natuurlijk dat het alleen maar dat doet. De branding is heel goed bedacht inderdaad. Ja. Maar vervolgens is de werking. Dus ik denk dat als je dat eruit kunt filteren, als je tot nu toe hebt geluisterd van jou, een echt probleem. En heel veel mensen verwarren echt het echte probleem en beginnen bij een oplossing. Ja. Vervolgens de uitwerking daarvan. Wat je zegt van oké, benader een expert die je kunt helpen. Test het ook op mensen die dat probleem ervaren, werkt het echt. En pas als het werkt ga je lanceren. En vervolgens inderdaad die feedback en het gratis uitsturen naar mensen die het probleem hadden om die tractie te krijgen. En zo, het is gewoon een business case dit. Van hoe je dingen in de juiste volgorde doet. En dan vervolgens oké, hoe ontwikkelen we door? Nou, we vragen onze doelgroep om hulp en dat maken we. Ja. Ja, ik kan het niet mooi overvloeden. Ja, nou ja, en het is ook echt het blijven doorzetten en het op een grotere schaal doen, weet je wel? Dus met zo'n samenwerking als Issy Paris, waardoor we ook meteen door heel Nederland staan en België en Luxemburg. Dus ja, op die manier kan je ook echt, want je kan wel een goed product hebben, maar als het niet op een grote platform staat, dan komt ook niemand erover te weten, zeg maar. En we zijn ook nog eens in coronatijd begonnen ermee. Wat ook weer heel veel challenges met zich meebracht. Want bijvoorbeeld Issy Paris, de eerste jaar mochten we niet eens testers in de winkels hebben. En dat was juist waarom ik in de winkel wilde. Ja, wow, zodat mensen het konden testen. En nu kon dat niet eens, omdat je mocht niet eens producten aanraken en zo. Dus ja, dat was ook wel heel erg moeilijk. Maar aan de andere kant zie ik dat ook weer juist weer als een kans. Van ja, we stonden er wel. En nu, zodra de winkels weer open gingen, waren we er wel, weet je wel. Ja. Dus, maar daardoor konden we offline bijvoorbeeld eigenlijk ook niks doen. Tot dit jaar dat we echt een offline event eindelijk durfden te doen. Want we dachten ook, ja, straks heb je het helemaal gepland en dan wordt het weer gecanceld. en nu dit jaar hadden we zoiets van, oké, nu moeten we het echt gaan doen. En dan is zo'n pop-up in de mall hadden we gedaan. En dat werd dan ook echt super goed. Westfield Mall, toch? Ja. Ja, dat was ook super cool. Want daar droomde ik ook al zo lang van. En elke keer zat ik weer tegen Randy en zei van, ik wil offline en ik wil een pop-up. Hij zei, oké, laten we het dan maar doen. Maar dan, ik wil er niks over weten. Jij regelt het helemaal. Ik zeg, ja, ik ga het helemaal regelen. En want dat was weer iets heel anders dan het hele online. Ja. Maar ik vond het wel heel cool dat wat we online hadden neergezet, dat ook offline hetzelfde was. En dat was waren mijn nachtmerries. dat het niet met elkaar één was, zeg maar. Ja. Maar nu heeft het meer weer confidence gegeven dat ook kan, zeg maar. Nou ja, en offline wordt nog steeds de echte connectie gevormd, toch? Ja. Dat begint denk ik bij jullie al van oké, je ziet misschien eerst de pagina online en dus alle content. Dan bestel je misschien het product. Dus fysiek krijg je iets in handen dat werkt. Maar als je dan vervolgens ook nog eens naar een event gaat, dan waarschijnlijk zo'n community van gelijkgestemde aantreft met allemaal dezelfde soort problemen of hoe je het wilt noemen, dan is dat natuurlijk iets heel moois wat het merk nog veel ronder maakt. Zeker. Ja, en dat was ook heel erg mooi om te zien dat mensen dan naar me toe kwamen en zeiden, oh, ik volg je al zo lang of ik volg jullie al lang. Of het masker, toen dat lanceerde, dat was het eerste dat ik probeerde. En toen dacht ik, echt, oh, wat leuk. Weet je? Het is juist echt super leuk om die mensen ook in real life te ontmoeten na zoveel jaren online contact te hebben. Ja. En dan dacht ik ook van, ja, ik weet niet of zij mij kennen, want ik herken natuurlijk hun omdat ik, ja, ik zie hun foto's en ik volg hun, maar zij volgen natuurlijk Clean Glow. Dus dan was ik, hey, hoe is het? En dan keek ze me echt aan van, hoe weet jij wie ik ben? Toen dacht ik, hoe weet jij wie ik ben? Weet je wel, dat was ook wel heel erg grappig. Ja,
Hey, nog heel even over dat retail. Hè. Wat ik weet van retail is dat je ook je marges heel goed op orde moet hebben. Wil dat goed werken? Ja. En in de tijd, in de korte tijd dat jullie daar terecht zijn gekomen, kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat je daar heel veel aan hebt kunnen veranderen. Dus dat het wellicht vanuit de basis al goed was. Wat kun je daarover vertellen? Hoe is dat verlopen? Was het gewoon per toeval al dat de prijzen en alles goed waren ingestoken? Of hebben jullie daar heel erg over nagedacht? Of nou ja, hoe gaat zoiets? Randy die is echt van het financiële gedeelte. Ja. En hij, ik vind het altijd heel irritant. Maar uiteindelijk is het heel goed hoe hij deed. Hij rekent heel ruim. Dus met alles zegt hij, oké, doe maar een paar euro erbovenop. Randy, doe even normaal. Weet je, dan zegt hij nee, want er kan altijd wat gebeuren en er is altijd iets. En dat heeft ons ook echt altijd wel gered. Kijk, ja. Dus een paar euro's erbovenop zou ik adviseren. Ja. Maar ook bijvoorbeeld tijdens corona dat er bijvoorbeeld de containerprijzen enorm waren. Of er waren geen ingrediënten of de producten. En nu ook met de inflatie. Er gaan zoveel dingen veranderen waar je in het begin niet aan denkt. En dan zijn die paar euro's die je er bovenop doet, dat red je dan toch elke keer. Dus dat is denk ik wel handig. En ook doordat we dat natuurlijk al bij onze vorige bedrijven of ja, merkjes wisten van, oh, er komt zoveel bij kijken. En ook de hele marketingkosten en alles. Dus ja, we proberen altijd gewoon ruim te rekenen. En toen kwam natuurlijk zo'n retail, die wilde natuurlijk ook zijn marges. Ja. En toen dachten we, oh, oké, dat is wel inderdaad heel erg belangrijk. Ja, zeker. Ja. Sterker nog, mijn eerste bedrijf is in die zin commercieel minder geslaagd, omdat we de prijzen naar te laag hadden ingestoken. Omdat je in het begin eruit, nou, je bent heel bescheiden, je denkt, we zijn al blij als mensen komen. Ja. En op een gegeven moment realiseerden we ons ook van, ja, maar je hebt dan je nulpunt. Hetzelfde met salarisonderhandeling. Het salaris waar je als eerste onderhandeling mee instemt, bepaalt meteen je marge voor groei. Ja. Stel dat de ander 500 euro hoger begint, ja, je blijft er achteraan hobbelen natuurlijk. Ja. En ik heb daar later nog vaak aan teruggedacht, want in dat moment voelde ik op het duur ook al van shit, we zijn onszelf aan het vastzetten. En op het duur zijn mensen ook gewend van, hé, voor dit bedrag krijg ik deze waarde. Dus als je ineens veel omhoog gaat in prijs, maar niet in waarde, dan vinden ze dat raar, et cetera. Dus daarom, ja, ik vond het wel interessant hoe jullie dat dan hebben aangepakt. Dan blijven Randy dat heel goed, goed ingeschat. Ja. En wat we ook heel veel doen, en dat doet Randy ook, is dat hij echt kijkt naar wat doet de markt. Weet je, bijvoorbeeld met een nieuw product, kijken van, oké, wat doen andere merken in de markt? En als jij daar heel erg boven zit of heel erg onder, dan denken consumenten ook, daar is iets mis. Weet je wel, want als jij er bijvoorbeeld heel erg onder zit, omdat je denkt van, oh, dan wil iedereen mijn product, dan ga je ook, dan denken mensen van, nou, dan zal het wel niet goed zijn als het zo veel minder is. En we willen natuurlijk ook in de betaalbare klasse blijven. Dus ik denk dat wij echt een beetje in het midden zitten. Onze producten zijn tussen de 15 en 50 euro ongeveer. Ja. Maar je hebt ook skincare producten die 200 euro kosten. Dus het is ook van, oké, in welke segment zit ik en kan ik daarin blijven? En dat is denk ik ook waar wij ons aan vasthouden. Van, oké, wat doen die andere merken allemaal daartussenin? En wat zijn de producten waard? En soms weet je ook van, oké, wij hebben, wat ik zei, we hebben echt natuurlijke ingrediënten erin en die zijn ook gewoon duurder dan als je allemaal wat goedkope ingrediënten erin doet en één klein druppeltje van vitamine C en oh, het is een vitamine C serum. Nee, zo werken wij ook niet. Dus juist doordat we gewoon goede ingrediënten en goede de juiste percentage erin doen, weten mensen ook van, nou, daar wil ik dan ook wel ietsjes meer voor betalen, omdat je weet dat het dan ook beter werkt. Ja, kosten stijgen dan inderdaad. Ja. En ik zag op de website staan, want er staat telkens bij vegan, cruelty free, dus niet op dieren getest en zo neem ik dan aan. Ja. Hoe kijken jullie naar duurzaamheid? Ja, nou ja, wij vinden dat ook wel heel erg belangrijk. Ja. Het is niet per se echt een van onze main doelen, omdat we ook juist merken, wij krijgen echt best wel vaak de vraag van, waarom kan het niet in plastic, de producten? En ik van, dat wil je toch niet? Het is juist, als het in glas kan, dan doen we het in glas. Ja. Maar ja, producten in de douche, die kunnen niet in glas. Weet je wel? Dus die, want als die kapot vallen en op je voeten, dat is ook niet. Dus dan gebruiken we gewoon gerecycled plastic. Ja, ja. Maar op die manier proberen we wel daarmee mee bezig te houden van, oké, hoe kunnen we zo goed mogelijk meegaan daarin? Maar ja, we zijn ook gewoon lerende en groeiende en proberen daarin. Ja, maar dat kan me voorstellen, juist vandaar de vraag dat dat ook een proces is om het merk daar naartoe te bewegen. Ja. Dat heeft allemaal ook met die kosten en zo natuurlijk te maken. Van, ja, je kunt niet in één keer alles perfect doen. Nee. Daarom was ik benieuwd van, wat is je visie daarover of jullie visie van, nou, dit kan ik me voorstellen was in het begin sowieso het belangrijkste. Ja. En wat zie je qua perspectief daarin voor je? Ja, en langzamerhand ga je daar ook steeds meer dingen aan toevoegen. En dan zie je ook dat dat steeds belangrijker wordt. Dus dan ga je daar ook van, oh, dan moeten we ook steeds beter in worden. Maar je het is ook choose your battles, heb ik ook een beetje. Dus het is ook van, waar focussen wij ons op? En ja, ik denk dat wij het ook wel goed doen met onze onze glasproducten en het natuurlijke. En juist inderdaad niet de dieren erop testen en alles vegan en
ja, dat vind ik ook al heel mooi. En ook de natuurlijke ingrediënten. Want sommige producten zijn 99% van natuurlijke oorsprong. Ja, dat vind ik ook al zoveel beter dan als je allemaal onzin erin doet, zeg maar. Ja, daarom is het gewoon een ongoing process. Toch? Ja, steeds zeker. Stapje bij beetje wordt dat beter. Ja. En je hebt het net eigenlijk al gezegd, social media is essentieel geweest voor jullie groei. Ja. Als je daar nu naar kijkt, hoe zie je dat voor jullie groeistrategie? Hoe belangrijk is social media? Laat ik het zo dan even als beginvraag stellen. Ik denk dat als social media er niet was, dat wij er ook niet waren. Ja. Het is echt, denk ik, waar iedereen ons vindt en ons kent. En vaak, als we bijvoorbeeld zien een moeder of een oma of zo. Oh ja, dat komt door mijn kleindochter dat ik het ken. Want ja, dus dat komt allemaal vanuit social media. Het is wel grappig dat je ook wel op social media ziet natuurlijk ook de beweging en de veranderingen. Wij begonnen toen de tijd in 2019 echt op Instagram en daar was echt iedereen te vinden. En toen ineens kwam het geweldige TikTok. En toen was het ineens van, oh, weet je, dat moeten we ook gaan aanpassen en ook gaan toevoegen in onze strategie. Dus ja, social media is heel belangrijk. Maar ik denk wel dat het ook heel belangrijk is om mee te blijven adapten. Adapt or die, zeggen we eigenlijk altijd. Dus je gaat mee erin of je blijft hangen en dan valt het af. Maar social media, dat is waar wij nog steeds ook heel erg mee bezig zijn. Dat vind ik ook het moeilijkst om los te laten. Omdat ik weet dat daar het allemaal begon, zeg maar. Dus dat ga ik ook niet zomaar... doe jij dat maar even, weet je wel? Nee, dat ben ik echt... Dat is wel even bovenop daarna. Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk wel wat je van, dus de communicatielijn naar je doelgroep, wanneer ze dus niet bij je in de winkel staan of op een event. Ja. En die aandacht die verplaatst zich natuurlijk steeds meer over alle verschillende platformen ten opzichte van dus bijvoorbeeld 3 jaar geleden of 10 jaar geleden toen er nog maar een paar waren of zo. Ja. En het is ook wel grappig, want toen we net begonnen zeiden ook mensen, oh, dan ga je wel echt tegen de grote jongens op boot, hoe doe je dat dan? En ik denk juist dat ik zoveel voordelen heb ten opzichte van die grote jongens, want die hebben die directe contact met hun klant niet. En die hebben niet die echt die relatie in de community. Ja, ze proberen dat dan misschien wel, maar juist wij staan zo dicht bij de doelgroep. Ik ben zelf de doelgroep. Ja. Ik zit er middenin. Dus ik denk dat dat juist het mooie is. En je moet ook juist kijken van, wat heb ik wel en wat heb ik niet? Ja, ik weet dat ik geen... miljoenen investeerders heb. Maar ik doe het met wat ik heb, weet je wel? Ja. En daar beginnen we mee. En ik denk dat je daar dan ook op moet focussen van, oké, wat heb ik wel en wat kan ik? En dat je je daar op focust. Want tegenwoordig is het ook dat, ze had toevallig ook met mijn inkoper van bij Esprit over, dat ze zei, die grote merken, langzamerhand komen die kleintjes komen op de ladder, zeg maar. En die grote jongens die denken van, hoe komen jullie hier ineens, weet je wel? Maar juist, one step at a time, komen we eraan. Ja, zeker. Ja. En dat is wat je zegt, als je gebruik maakt van die nieuwe manieren, maar ze ook begrijpt, en dat is denk ik nog veel belangrijker. Ja. Oké, hoe zit je het echt op een authentieke manier in? Want mensen prikken natuurlijk er steeds sneller doorheen als iets reclame is of gewoon puur een advertentie en dat maar op je wordt geplakt. Ja. Dan heb je daadwerkelijk communicatie en een gesprek in plaats van alleen maar zenden natuurlijk. Ja, en dat was vroeger natuurlijk van, oh, jullie moeten dit hebben, want dit en dit. Ja. En nu merk ik dat daar ook gewoon een shift is, dat de klant zelf ook gewoon heel veel kennis heeft en kennis opdoet. Ja. En weet van, hebben jullie ook een product met dit ingrediënt? Weet je wel, dat ik dan denk van, jullie zijn ook steeds meer zelf erover aan het leren. En ik vind dat juist heel erg mooi. En wij nemen dat juist in onze hele marketing ook mee. En daardoor nemen we ook de klant mee in het beslissen van welke producten er komen. In plaats van dat ze zeggen, nou, dit hebben jullie nodig, want dit en dit. Weet je, dat is... Ik denk dat daar ook gewoon een hele shift in is. En zo kun je ook heel veel waarde bieden vanuit je merk weer, toch? Van als je mensen ook leert over bijvoorbeeld die huidproblemen of whatever, maar in ieder geval nieuwe dingen bijbrengt. Ja. Dan maken ze de koppeling natuurlijk zelf wel met dat er een oplossing verkrijgbaar is in je winkel. Ja, zeker. En je zei van, eerst maakten jullie op Instagram allemaal plaatjes en zo, foto's die bewerkt werden. Heel veel wordt nu natuurlijk video. Hoe zijn jullie daarmee mee omgegaan? Nou, we hadden eerst, deden we echt foto's, inderdaad alleen maar posten. En we zagen dat steeds meer goed deed. En toen dachten we, oké, we moeten aanpassen. Dus we zijn echt op de een of andere dag geen foto's meer, alleen maar video's. En nu hebben we wel van, oké, af en toe een fotootje er tussendoor kan ook geen kwaad. Maar ik denk dus echt dat adapten, dat je dat inziet. En dat je meteen ziet van, oké, wat gebeurt er op zo'n platform? Waarom en hoe kunnen wij daar ook in meegaan? Dus wij hebben dat best wel snel ook omgegooid. En zien we ook dat dat ook heel erg belangrijk is. En dat nu bijvoorbeeld echt steeds meer dat echte en dat rauwe en dat authentieke, dat veel beter doet dan het hele mooie, gepolijste
to-do-lijsten video, wat ook vaak veel duurder is om te maken. Ja, ja. Terwijl ze het veel leuker vinden van, hey, kom meekijken in de productie een dagje, weet je wel. Ja. Dat vinden mensen zoveel leuker dan een hele modellenshoot op een strand. Weet je, dat we de fotograaf naar Ibiza hebben laten gaan. Ja, ja. Dat werkt dan helemaal niet eens meer. En dan denk ik van, oh, oké, dus dat willen jullie niet eens meer zien. Dus ja, ik denk dat echt inzien en mee blijven bewegen, dat heel belangrijk is. En dat is ook echt wel wat wij proberen te doen. Ja. En als je dan kijkt, ik geloof zelf heel erg dus in organische groei van merken. Kijk, Peet kan natuurlijk wel, hoe die platformen natuurlijk werken, is dat ze op de duur de kraan een beetje dichtdraaien. Dan moet je betalen om al je mensen te bereiken. Ja. Maar uiteindelijk geloof ik er wel echt in dat sterke merken in deze tijd organisch worden gebouwd. Wat is daarin bij jullie de verhouding, zeg maar? Als je nu kijkt naar, ik noem wat, ja, omzet boeit nog niet zoveel, gewoon in een bedrijfsgroei, zeg maar, hoeveel is afkomstig van dus al die organische content die jullie posten en hoeveel doen jullie bijvoorbeeld betaald? Nou, voorheen hebben we echt heel veel betaald ook wel gedaan. Maar ik denk dat dat op korte termijn werkt. En dat het organische, dat voor het langer termijn werkt. Ja. En juist dat je gewoon een video post op TikTok, dat ik dan heb gepost, dat een miljoen mensen bereikt. Ja, daar zou ik een hele budget tegenaan kunnen gooien. Maar dat gaat niet hetzelfde effect hebben. Dus ik denk dat organische echt, dat mensen dat echt onderschatten hoe, wat je allemaal kan doen met het gratis content die je kan posten. Ja. En ook mensen zeggen, ja, en ik weet niet hoe ik moet beginnen. Denk ik, post op TikTok. Ga gewoon posten. Weet je, vertel over je product. En dat is omdat dat dan echt overkomt. En omdat jij dan echt enthousiast bent. Dat is zoveel meer waard dan, hey, dit moet je kopen. Want, weet je, dat werkt ook gewoon niet meer. Dus ik denk dat dat organisch is. En dat onderschatten mensen echt. Van je, zolang je er zelf de tijd en energie en moeite in stopt. Want dat is het gewoon. Het is gewoon heel veel tijd dat kost. Ja. Maar als je dat op een gegeven moment doorhebt, dat ook leuk is, dan werkt dat. Dus ik denk dat het organische echt wel, zeker op de lange termijn, werkt. Ja, nou, dat bedoel ik met die verhouding van, waar ik heel erg van hou, is dat je het organisch onderhoudt en misschien met paid, weet je wel terugkomt bij mensen en dergelijke. Maar in ieder geval dat de dynamiek voornamelijk daarop ligt, laat ik het zo zeggen. Ja, en ik merk ook wel vaak dat als mensen bijvoorbeeld juist paid advertenties en zo zien, dan denk ik, weet je, dat ze het niet echt geloofwaardig meer vinden. Ja, je filtert het bijna in je hoofd. Dat is nou niet belangrijk. Van, door naar dit is een ad. Ja, en als je echt een verhaal van, oh, een storytime van hoe ik dit en dit heb gedaan van mezelf of zo. Of dat we op Clean Glow een before en after delen van hoe een product heeft gewerkt. Ja. Dat werkt dan veel beter dan dat hele, paid plaatje, zeg maar. Ja. Ja. Want jij bent op een gegeven moment natuurlijk inderdaad ook je eigen dagen gaan delen op TikTok. Ik ben er doorheen gegaan en ik vond het heel interessant en heel tof en heel eerlijk hoe je het doet. Ja. Want je vertelde van, in het begin vonden we dat vanuit onze flat heel, wilden we dat gewoon niet delen, snap ik ook wel nogmaals. Dat is heel menselijk. Maar hoe je het nu doet vind ik juist super transparant. Dat is eigenlijk precies dat, maar in een volgende fase van het bedrijf. Ja. Hoe ben je daartoe gekomen en wat vond je daar, hoe heb je dat ervaren om daar dus mee te beginnen? Nou ja, ik vond dat in het begin dus wel spannend, omdat ik dus echt die imposter syndroom had van, wie ben ik om er iets over te vertellen. Maar op een gegeven moment merkte ik wel van, we hebben best wel een leuk verhaal en ik mag best wel trots zijn op wat we allemaal aan het doen zijn. En ik had dus een post die ik eigenlijk over mijn vader wilde posten. Want hij zei van, we hadden zeg maar billboards en abris door heel Nederland. En toen reed ik met mijn vader langs een en toen zei hij, dit is van mijn dochter. En dat had ik gefilmd. En toen dacht ik, dat is echt super grappig om te posten van, kijk, we kwamen daar vandaan en kijk hoe mijn vader dan nu is. Alleen toen dacht ik, dat is echt een beetje raar om op het Clean Glow account te posten. Dat vond ik iets te persoonlijk. Dus toen dacht ik, nou, dan maak ik wel mijn eigen TikTok aan en dan post ik het daar. En dat had ik gedaan en toen had ik meteen 100.000 views. En mensen vonden het echt zo leuk om te zien. En toen dacht ik, misschien zijn ze ook wel benieuwd naar wat ik doe op een dag, weet je wel. Dus en zelf was ik vroeger als beginnende tiener of zo, was ik ook altijd op zoek naar entrepreneurs, women, day in the life, weet je wel, op YouTube. Ja. Omdat ik dan benieuwd was, wat doet zo'n iemand en wat, hoe ziet zo'n dag eruit of hoe gaat het behind the scenes er eigenlijk aan toe? Want je ziet wel eens, een mooie shoot of zo'n pop-up, maar wat voor werk heeft dat en wat zit er eigenlijk allemaal achter qua werk? Dat was ik altijd heel erg benieuwd naar. Dus toen dacht ik van, misschien is het ook wel leuk en zijn mensen ook wel benieuwd hoe wij dat dan doen. Dus eigenlijk zo zijn we daarin gerold. En ook wel omdat tegenwoordig wordt het ondernemen heel erg geromantiseerd. Ja. Weet je, het wordt allemaal zo leuk gedaan van, en ik chill op een jacht op Ibiza en ondertussen heb ik een onderneming. En dat is hoe je een succesvolle ondernemer ziet. Ja. Maar dat is niet hoe je een ondernemer
hoe dat eigenlijk echt werkt. Dus ik wil dat ook laten zien van je bent gewoon 90% van de tijd op kantoor. En zeker in de eerste paar jaar is het niet zo mooi en zo glamorous als dat je het in je hoofd hebt. Want het is gewoon keihard werken. En het is heel veel falen en heel veel vraagtekens en geen weekenden en geen feestjes en geen vriendinnen. En ja, dat wil ik eigenlijk ook delen. Dus dat had ik inderdaad laatst ook op in een video gezegd van... Eigenlijk wat ik allemaal laat zien is niet de realiteit. Want nu ben ik zoveel jaar verder en nu ga ik naar podcastopnames en heb ik events en dat soort dingen. Maar de eerste 5 jaar van mijn bedrijf zat ik gewoon binnen. Was ik aan het werk, wist ik niet dat het Koningsdag was of wat voor een verjaardag er ook was. Daar kwamen we jarenlang niet. Weet je, het hielp wel dat mijn ouders ook niet in Nederland waren. Dus toen kon ik ook niet langs, zeg maar bij ze langs. Maar ja, echt vriendinnen of zo heb ik ook totaal niet gehad, jaren niet. Feestjes niet, dat soort dingen niet. Omdat je bent gewoon gefocust en je bent bezig. En je bent bezig met een doel. En het heeft gewoon heel veel tijd en energie nodig. En laatst was ik met mijn nichtje in Den Haag, kwam ze langs. En ze zei, nou, misschien wil ik ook wel een eigen onderneming beginnen. Omdat ze dacht, nou, jouw leven ziet er wel leuk uit. Dat wil ik ook wel. Ja. En toen zei ik van, je weet niet hoeveel hard werken en tijd en energie en dat er allemaal in zit. Want dat is het. En heel veel mensen kiezen er tegenwoordig ook... echt wel voor van om juist niet te gaan ondernemen. En dat snap ik ook wel. Ja, want je staat nooit uit. Weet je, het gaat altijd door. Je bent altijd bezig met oh, wat als het niet goed gaat. En weet je, je bent nu met personeel van wat als ik hun niet meer kan betalen. Of weet je. Dus er is zo'n druk op je altijd. Daar moet je wel tegen kunnen. Ja, is er wel eens een moment geweest dat het jou even te veel werd? Want je komt nogmaals over als iemand met heel veel energie. Ja. En die in die zin altijd aanstaat. Maar ook weet ik van mensen met heel veel energie die altijd aanstaan. Ja. Dat hij ook wel eens een keer... Ik heb dat bijvoorbeeld na zo'n dag als vandaag. Dan kom ik thuis. En ook al zou je misschien denken van... Oh, die jongen die praat heel, dan praat zo makkelijk. Ik heb dan urenlang geen gesprek nodig. Zeg maar, om weer even niet op te laden. Ja. Dus dan zou je ineens misschien denken als je me dan ziet van... Hé, dat is wel apart of zo. Andere guy. Ja. Wat zijn momenten bij jou dat je denkt van... Hé, maar dan is het ook bij mij even gewoon tot het maximale. En moet ik even iets anders gaan doen of... Nou ja, de eerste paar jaar van Clay & Glow hadden we ook geen medewerkers. Dus het was echt Randy en ik. Ja. En Randy is niet per se iemand die echt van e-mail type houdt of dat soort dingen. Hij is echt meer van het denken, het creatieve, het financiële daarachter. Maar echt operationele, dat doe ik. Ja. Dus op een gegeven moment werd het zoveel voor mij dat als ik een mailtje kreeg van iets, begon ik gewoon te huilen. Toen dacht ik van nee, alsjeblieft, ik heb hier zo geen tijd voor. En dat zei ik ook van, ik heb hier gewoon geen tijd voor deze problemen. Dan kreeg ik een belletje en dan kon ik gewoon al op het moment dat ik dat belletje kreeg, dat ik dacht, oh nee. Weet je wel, dus toen dacht ik van, oké, als we dit lang op langer termijn willen volhouden, moeten we op zoek gaan naar mensen. We hebben daar gewoon ook veel te lang mee gewacht, maar dat kwam ook door mezelf, omdat ik dacht van, niemand anders kan beter dan ik en niemand heeft dezelfde passie als ik en weet je wel dat. Maar dat is onzin, want dat is er wel. En ook al doen ze niet misschien de 300% die jij geeft, 100% of 80% is ook genoeg. Ja. Dus daar heb ik me soort van overheen moeten zetten. En dat merkte ik ook wel van, oké, ik kan het niet allemaal meer alleen. Ja, dat doe ik natuurlijk wel met Randy, maar echt het operationele, zeg maar. En toen zei Randy ook, oké, Julia, het is nu klaar. We gaan op zoek naar iemand die dit en dit van jou over kan nemen. En zo proberen we eigenlijk elke keer weer mensen aan te nemen wanneer we gewoon merken dat het veel te veel werk wordt voor ons. Dus eigenlijk had je op duur eigenlijk een persoonlijke karaktereigenschap of misschien wel een kleine angst van, hey, maar wat nou als die andere het niet goed doet of dat het allemaal misgaat, die de groei ging belemmeren. Ja, daar was ik heel bang voor. Ja, maar uiteindelijk is het ook gewoon dat stukje loslaten dat je dan moet doen. En er zijn wel mensen die het beter kunnen. En als je dat ook ziet van... Ja, ik had ook laatst had ik een quote gezien van dat Jamie Foxx die kreeg een stroke tijdens het filmen. En hij werd toen 2 weken lang vervangen door een double, zeg maar een stunt iemand. En toen zei van, het is nooit... Je bent altijd vervangbaar. Hoe vervangbaar jij ook denkt dat je niet bent. Of hoe onvervangbaar jij denkt dat je niet bent. Je bent altijd te vervangen. En toen dacht ik ook van, dat is echt waar. Want ik denk echt, alleen ik kan het en alleen... Ja. Maar het gaat ook wel gewoon door zonder jou, weet je wel? Als jij gewoon het allemaal duidelijk in processen en alles opschrijft... dan kan de next guy of de next girl kan het ook. Dus ja, ik heb dat wel leren loslaten. Nog steeds vind ik dat heel moeilijk. Want ik ben wel gewoon echt een control freak en ik wil me met alles bemoeien. En alles wat iedereen doet... Dat weet ik. Dus ik heb wel het idee dat ik nu met zeg maar 10 mensen hun... Ik weet precies waar iedereen
iedereen mee bezig is en wanneer ze wat doen en dat. Dus dat vind ik. Ik dacht altijd, oh, personeel, dan kan ik echt lekker achterover zitten en chillen. En dat is het ook niet. Maar nu kunnen we wel meerdere dingen tegelijkertijd doen, omdat we met z'n tienen aan het doen zijn. Niet dus alleen zijn jullie in totaal met z'n tienen of Rennie en jij plus 10? Nee, we zijn nu, we hebben weer wat mensen laten gaan en nu zijn we weer 2 mensen aan het aannemen. Dus dan hebben we straks, als we die mensen allemaal hebben, dan zijn we met z'n tienen met Rennie en mij erbij. Dus we hebben nu 8 meiden en ook stagiaires erbij dan. En wat heeft het je tot nu toe geleerd, het opbouwen van een team? Want het is natuurlijk vaak ook een spiegel van je eigen gedrag en hoe dat je, hoe je denkt en dergelijke. Dus waar ben jij allemaal achter gekomen? Nou, dat is echt een heel vak apart. Ik had daar dus nooit over nagedacht toen ik op mijn studentenkamer zat en een bedrijf begon, dat je daar je zorgen over moest maken. Ja. Maar laatst zei iemand tegen mij van, je hebt leiderschap en je hebt ondernemerschap. En dat zijn echt 2 aparte dingen. Ja. En dat is echt zo. En als ondernemer dan word je op een gegeven moment ineens een leider. En dan denk je, oh ja, ik moet ineens leiden. Hoe werkt dat dan? Ja. En hoe snel mijn hoofd gaat en hoe snel ik dingen doe en bedenk en uitgevoerd wil hebben. Dat gaat in de realiteit met medewerkers niet zoals ik het altijd in mijn hoofd heb. Dus het was in het begin heel erg aanpassen. En het allerbelangrijkste wat ik doe en misschien iets te, wat ik denk dat heel belangrijk is, is gewoon transparant zijn en eerlijk zijn en zeg hoe je je voelt. En laatst zei ik dat tijdens een sollicitatiegesprek. Ik denk dat ik een van de meest transparante personen ben die je kent. En toen een medewerker van mij, die ging echt lachen, zei, echt. Maar daardoor weet je hoe ik me voel en weet je hoe ik denk over dingen. En ja, daardoor denk ik ook dat we er dan wel komen. Maar het is echt een vallen en opstaan. Ik ben daar nog geen expert in. Ja, want dat is het ding natuurlijk bij jonge ondernemers zoals jij, van, je bent als persoon ook nog allerlei ontwikkelingen doorgaan. Ja. En kijk, je blijft altijd ontwikkelen als persoon. Maar toch die periode 20 tot 30. Je bent heel veel dingen nog aan het uitvinden. Terwijl je vervolgens ook 8 andere mensen nog mee. Ja. Eigenlijk, ja, op sleeptouw klinkt te zwaar. Maar dus wel wat ik zei, jij moet voorop lopen. Ja. En de visie bepalen en het onder controle hebben. Ja, en als ik chaotisch in mijn hoofd ben en in mijn werk, dan merken zij dat ook. En dan merk je dat ook in het bedrijf. Dus ik probeer wel steeds meer van, oké, ik moet mijn eigen ideeën wat meer voor me houden en meer kijken van, oké, wat kunnen zij erbij? Want ik kom ook wel eens, wat ik ook wil. En dan zie je als ze naar me kijken van, oh my god, wat wil ze nu weer? En dan denk ik, oké, nee, ik moet gewoon, weet je, maak eerst maar dit af en dan kom ik wel met het idee. Dus ik denk ook dat je mensen moet zoeken die dat ook aankunnen. Dus die ook met je mee kunnen bewegen en die je juist daar ook energie van krijgen. En dat heb ik ook wel gemerkt, dat we ook wel eens meiden hebben gehad die daar absoluut niet mee kunnen. En dat zou ik ook heel goed snappen. Want ik bemoei me gewoon overal mee en daar moet je ook mee kunnen. Ja, maar dat is denk ik ook de start-up versus de, misschien wel scale-up of het gevestigde bedrijf. Ook in een gevestigd bedrijf is alles gewoon wat het is en dat blijft het waarschijnlijk in die zin. En bij een start-up is het elke maand misschien wel dat alles anders is en daar moet je inderdaad mee. En wat ik denk ik juist heel belangrijk vind, is dat ze echt in hun kracht worden gezet wat zij goed kunnen. En dat de groeimogelijkheden endless zijn. Want wij hebben geen structuren en hiërarchieën en managers en je kan alleen dit doen. Ja. Weet je, als ik zie van jij kan meer en je wil meer, dan kan dat. Weet je wel? En hoe iemand alleen kwam en één ding deed, die neemt nu een hele marketingding van over. Dat vind ik alleen maar leuk. En dat vinden zij natuurlijk ook heel erg cool, omdat ze ook die vertrouwen zien dat ik dan in hun heb. En ja, ik ben ook wel echt dankbaar dat we nu wel echt een goed vast groepje hebben met meiden die ook echt dat we samen dit doen, weet je wel? En het is niet alleen maar meer Rennie en mijn droom, maar het is echt dat zij het ook willen en dat zij het ook cool vinden en het ook zien groeien. En ja, dat vond ik ook wel moeilijk om bijvoorbeeld de cijfers of dat soort dingen te delen met ze. Omdat ik dacht van, ja, wat hebben ze eraan? Want dat is alleen maar een extra bagage waar zij niks aan hebben. Alleen als zij weten van, we zijn zoveel gegroeid of, weet je, dat we hebben zoveel orders gehaald, we hebben een piek gehaald, dat motiveert hun ook. Ja. Dus dat zijn ook weer die stukjes loslaten dat ik denk, dat vinden zij ook boeiend. Oké. En zo dat stukje menselijkheid, toch? Van wat jij zelf zoekt in een onderneming of in je baan, laat ik het dan even zo plat slaan. Zoeken andere mensen natuurlijk ook. Wel op een eigen manier, maar ik denk dat vaak wordt vergeten, of dat het in ieder geval vroeger vaak werd vergeten. Ja. Dat teamleden en medewerkers net zo erg op zoek zijn naar fulfillment en groei en al die dingen die je zelf ook zoekt. Ja, inderdaad. En dat je ze dat niet kunt onthouden of zo. Dat het gewoon oneerlijk zou zijn. En dat ze ook echt voelen dat zij ook een bijdrage leveren. En dat ze ook echt iets, dat het zonder hen niet zo ver kon.
kon komen. En dat zeg ik ook vaak van, zonder jou weet ik niet waar ik was hoor. En dan zie ik dat dat hun heel goed doet. Ja, ja. Maar ik meen dat ook gewoon. En dat die recognition probeer ik ook echt aan ze te geven van, ja, weet je, ik heb jullie nodig. En zonder jullie zou ik dit ook allemaal niet kunnen. En soms ook als ik zie waar iedereen mee bezig is, denk ik, heb ik dit ooit allemaal alleen gedaan? Dat is echt gewoon, of ja, weet je, dat Renny en ik dat alleen deden, dat is echt niet normaal. Nee. Maar het is ook natuurlijk op steeds groter en nu pak je ook steeds meer dingen op. Ja, waar je... Maar dat vind ik ook anderzijds wel wat ik soms mis richting ondernemers. Want we zeiden het straks, kijk, ondernemen wordt vaak heel erg nu geromantiseerd. Ja. Ik denk dat compleet onterecht is. Ik denk anderzijds wel dat mensen ook soms niet heel erg begrijpen hoeveel werk, passie, liefde, moeilijke momenten, alles op alles investeren in een merk zit. En dat daarom die ondernemer bijvoorbeeld ook zo gehecht daaraan is. Ja. Of snap je wat het diegene heeft gekost? En dat is ook een vraag die ik vaak stel. Maar je hebt hem eigenlijk straks al beantwoord van, hey, nu zien mensen allemaal in het clay and glow super vet. En jij staat hier en daar. Maar dan denk ik vaak van, ja, maar dat is wat je nu ziet. Maar wat was er daarvoor wat je allemaal niet hebt gezien om hier te komen? Dat moet je wel even, en dat is eigenlijk de hele essentie ook van deze podcast, dat we dat verhaal bespreken. Ja. Omdat je anders echt van een koude kermis thuis komt wanneer je hetzelfde zou willen, maar dan ineens ziet wat er allemaal op je pad komt. Ja. En omdat ik ook anders denk dat je met enigszins, ja, het is geen disrespect, maar door de verkeerde bril naar bijvoorbeeld mensen zoals jij en Randy kijkt, van wat er allemaal in zit voordat het hier was. Ja. En dat is wel echt anders, want ook inderdaad, als je binnen een team werkt en zo, kost het veel tijd en moeite. Maar dat is wel, het stopt echt dan om 6 of om 7 uur. Ja. En dat is ook wat mijn ouders altijd hebben gezegd. Van, hey, wij gaan no way ondernemen. Want wij willen om 6 uur die sleutel eerst neergooien. Nou, en ik snap dat ook hoor. Soms inderdaad. Denk ik, oh, dat zou wel, dat klinkt goed. Ja, precies. Ja. Dus ik denk gewoon, het is anders. Het is niet goed of fout. Dus maar ik denk wel dat die verschillen gewoon belangrijk zijn. En om te weten. En om een keuze op te kunnen baseren. En om misschien iemand ook op de juiste manier te benaderen. Ja. Als je niet begrijpt wat er voor jou erin die voor passie en werk in zit. En je zou dat te kort door de bocht benaderen. Zou ik me in ieder geval niet begrepen voelen. Nee. En daar moeite mee hebben, laat ik het zo zeggen. Nee, dat is ook zo. En ik had ook voorheen dat ik het dus moeilijk vond om dingen los te laten en te vertellen en te delen. Ook omdat ik dacht van ja, maar straks dan gaan ze met mijn idee aan de haal. Dat heb ik ook best wel vaak gehoord van mensen. Dat ze dan bang zijn van ja, maar dan kunnen ze het ook doen. Maar ik heb zoiets, probeer het maar. Ga maar het proberen. Ja. En je gaat het echt. En dat is ook wat die meiden zeggen van. Pff, wat jij allemaal, weet je, want als er een actie live gaat om 12 uur, zij gaan niet om 12 uur 's nachts kijken of die live staat. Dat doe ik, weet je wel. Ja. Of als er alles fout gaat en whatever, dat zijn alles, de hele risico erachter, dat valt ook op jou. En we hebben wel echt nu meiden gevonden die, dus ik heb alleen maar meiden op kantoor, ja, dus ik zeg meiden. En Randy. Meiden plus Randy. Die echt wel betrokken zijn en die ook gewoon om 11 uur 's nachts zeggen, oh Julia, wat ik nog vergeten was. En dat ik dat echt zeg van, ik vind dat zo mooi dat zij ook gewoon om 11 uur 's nachts in bed liggen en denken, oh, dat ben ik nog vergeten. Weet je wel, omdat dat dezelfde passie is. Dus dat vind ik heel erg mooi dat we dat kunnen delen. Maar de eerste paar jaar doe je dat echt alleen en snapt niemand je en snapt ook niemand waar je mee bezig bent. En ze zien niet de picture die jij ziet. En ik zag het helemaal voor me. Randy en ik waren al helemaal aan het visualiseren hoe we het allemaal zagen. En ja, er was nog niks. Dus dat is ook lastig. En ik snap dat ook ergens wel. Weet je, zoals bijvoorbeeld mijn ouders, mijn vader die dan zegt, geloof je in sprookjes? Ik snap ook dat als je als vader denkt van, oh, daar komt ze weer met haar ideeën. Weet je, die willen gewoon de stabiliteit en veiligheid en zekerheid voor je kind. En dat snap ik volledig. En ook als ik achteraf terug denk, ik was ook echt 18, hè? Ik was zo jong. Wat dacht ik, weet je wel? Ja. Maar ik zag het helemaal voor me. En nu is dat dan natuurlijk ook goed gegaan. En mijn ouders zijn ook mega trots. Maar ik snap ook wel dat ze dat toen niet zagen. En ik denk ook dat je daarvoor, dat je dat ook moet snappen waar zij dan weer vandaan komen. Ja. Omdat zij natuurlijk al de beren zien en zien ook de verhalen horen over hoe het fout kan gaan en wat er allemaal mis kan gaan. En ja, dus ja, ik weet niet. Ik heb ook altijd zoiets van, ik snap dat jij het niet snapt, maar ik zie het wel voor me. Wacht maar. Ik denk vooral dat. Wat je van, ik zeg vaak van eerst dan zie je het zelf, dan ga je het doen. En doordat je iets gaat doen, ga je er steeds meer in geloven. Dat deden jullie natuurlijk ook. En op het moment dat je iets doet, wordt er iets in de werkelijkheid gecreëerd wat anderen ook weer kunnen zien. Ja.
En dan gaan ook zij erin geloven. En misschien gaan ze zelf ook wel iets doen dan. Ja, en dan vraag je hoe heb je het gedaan? Dat is van dingen inderdaad. Ja. 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 En je zei in het begin ook bijvoorbeeld van, nou, als iemand op zoek gaat naar... Het begint altijd met een idee. Ja. Maar ik zeg vaak een idee op zichzelf. Ja, ik vind het niet waardevol. Een idee heeft nog geen waarde. Nee. Als je die hele uitvoering inderdaad eraan toevoegt. En daarin zit hem alle waarde. Daarin zijn zoveel facetten en keuzes die nog anders kunnen uitpakken. En ik denk dat jullie dat gewoon... Wat ik zei, als ik het zo een beetje op een rijtje zet... Niet dat ik een soort van business reviewer ben of zo, maar wel gewoon dat die stappen best wel bewust of onbewust heel erg goed op elkaar zijn aangesloten. En dat je daar dan wel, als je dit nu hebt geluisterd, lering uit kunt halen. Ja. Van oké, weet in ieder geval, van een valkuil is, mensen beginnen altijd bij een oplossing. Zoek nou eerst naar een echt probleem. Ja. Maak misschien 3 keer die fout, maar ga dan ook snel weer terug. En dan kun je in ieder geval wel sneller bij iets komen wat echt waarde kan hebben. Ja, en ik denk ook van fouten ga je sowieso maken, maar je moet het dan ook niet zo zien. Want er zijn zoveel dingen die wij fout hebben gedaan en waarschijnlijk nog steeds fout doen. Maar ja, either you win or you learn. Wat is een van de kopstukken waar jullie nu misschien keihard om lachen, maar als je terugkijkt, dat je zegt van ja, wat we toen hebben... Ik heb niet even snel iets. Maar er zijn zoveel dingen dat ik toen helemaal dacht. Zoals bijvoorbeeld dat Spanje, dat we daarheen gingen. Wij geloofden daar echt in. Wij dachten echt, dit is echt de next big thing. Wij worden het grootste in Spanje bijvoorbeeld. En nu dacht achteraf denk ik echt van, hoe verzin je dat? En waarom denk je dat dat een goede opstap is, weet je wel? En ook bijvoorbeeld toen we net een maand lanceerden, dat ik dacht, oh, dan gaan we nu even door naar een Easy Paris. Hoe had ik in mijn hoofd dat dat ging werken, weet je wel? Maar je zit er dan zo in en je gelooft er zo erg in. Je moet dan soms ook wel juist ook nee tegen jezelf kunnen zeggen of zo. Of even zelf een stapje terug kunnen doen door te zeggen van oké, nu nog niet. Weet je, het is niet per se een nee of een fout en het is klaar en nooit meer, maar het is gewoon niet the right time. En soms voelt het echt van waarom werkt dit nou niet en waarom lukt dit nou niet? En dan word je er, dan snap je niet waarom die kans of zo zich niet voordoet. En dan achteraf denk je, ja, ik was er nog helemaal niet klaar voor. Dus ik denk dat alles gebeurt dan ook weer met een reden. En dan achteraf denk ik van, oh ja, dat snap ik dan wel. Maar op dat moment kan je er dan zo mee in zitten. Maar uiteindelijk van, ja, als de deur dan sluit, dan betekent dat er ergens anders weer een deur open gaat. Dus ja, en misschien is die deur wel groter en met een mooier uitkomst. Dus ik probeer me daar ook vaak overheen te zetten als iets niet werkt of als iets niet lukt. Of weet je, dat er als er iets gebeurt, dat je daar ook weer van leert. We hadden ook een keer, dat was echt in oktober 2019, toen was onze Facebook was gesloten. We mochten niet meer op onze Facebook, dus waren al onze volgers op Facebook en alles kwijt. En ik zat er toen zo doorheen, ik dacht, oh mijn god, dit is het einde, we kunnen niet meer op Facebook. En toen dacht ik, ja, maar wees blij dat het nu gebeurt. Want stel dat gebeurt 3 of 4 jaar later, weet je wel. Dan ben je zoveel verder, nu is maar een paar maanden, weet je wel. Dus dat zijn dan van die dingen dat je op dat moment echt denkt van, waarom gebeurt mij dit? En achteraf denk je van, oh, dit is eigenlijk goed geweest dat toen gebeurde. Ja. En we hadden ook in het begin, toen wij... we deden alles zelf en we hadden geen idee hoe het allemaal werkte. En wij deden ook maar wat met uitgaves. Dus we dachten, oh, goed idee, leuk, doen we. En dan gaven maar uit. En we deden de producties die dus op een gegeven moment niet meer 3000 stuks waren, maar 10.000, 20.000 en 80.000 stuks. Die moet je ook gaan betalen. Ja. En toen kreeg ik op een gegeven moment, toen kreeg ik een factuur. Ja, die had ik al gekregen, die moest ik gaan betalen. En toen keek ik op de rekening en ik had dat geld gewoon niet op de rekening staan. En ik dacht, het is voorbij. Ik dacht, ik durfde het niet eens tegen Rennie te vertellen. Rennie die kwam thuis van sporten en ik zat echt zo voor me uit te staren. Hij zei, wat is er? En toen zei ik, we hebben het niet. En toen zei hij, wat bedoel je? Waar heb je het over? En hij snapte er helemaal niks van. Ja. En dat was echt even dat ik dacht, wow, hoe ga ik dit oplossen, weet je wel? En toen zijn we erachter gekomen hoe belangrijk het is om maandelijks te kijken naar je uitgaves en er inkomsten. En je cashflow en hoe werkt dat? En we hadden zo'n systeempje, zo'n website, exact of zoiets, weet je wel, waar het in stond. Maar we snapten daar helemaal niks van. Maar we dachten van, nou, daar, weet je, die accountant die snapt dat wel. Maar je moet zelf, moet je ook weten wat gaat erin, wat gaat eruit, weet je wel, dat. En toen hadden we een Excel gemaakt, dat had ik dan van een YouTuber gezien. Van, kon je alles in opschrijven wat eruit gaat elke maand. En dat hou ik sinds deze maand nog steeds, tot deze maand nog steeds bij. Nog steeds geen externe financiering, toch? Nee. Terwijl, dat zeg ik heel vaak, van de groei van een onderneming loopt vaak achter op
Of voor op de financiële mogelijkheden die je hebt. Ja. Omdat jullie moeten die voorraden, neem ik aan, voorfinancieren, toch? Of niet? Ja. Als je het inkoopt. Ja. Dus dat is natuurlijk een hele lastige rekensom. Ligt er maar aan hoe vaak je het hebt gedaan. Maar in ieder geval die balans inderdaad tussen wat er binnenkomt en dat je dat weer voor moet kunnen betalen. Ja. Dat is natuurlijk het spel wat continu gaande is. Nou ja, en met het lanceren van producten bijvoorbeeld. Als het aan mij ligt, lanceren we er 10, 20 per jaar. Ja. Maar ja, dat gaat niet. En dat is ook wat Randy dan ook weer zegt, van we doen aan een marathon, we doen geen sprint. Weet je, doe rustig aan. Het komt wel. Als we er 2, 3, 4 per jaar lanceren, is ook goed. Weet je, je hoeft niet zo hard te gaan. En we kunnen ook veel harder gaan als we meer geld hadden. Maar word je daar dan gelukkig van? Weet je, dat je dan altijd alleen maar harder gaat? En dat was ook, ik had in mijn hoofd dat we elk jaar moesten verdubbelen. En dat we elk jaar dubbele cijfers moesten doen van het jaar ervoor. En op een gegeven moment zei Randy van, maar waarom? En toen zei ik, hoe bedoel je? Dat willen we toch? Maar waarom wil je dat? Ja. En toen zat ik echt van, en ik had daar gewoon geen antwoord op waarom ik dat wilde. Omdat ik gewoon dat zelf had gezegd dat ik dat ging doen, dus wilde ik dat doen. Ja. Maar er was niemand die mij zei dat dat moest. Er was niemand, een investeerder die in mijn nek zat te hijgen of iets. Dus toen zei Randy, zolang we elke maand vooruitkomen en het gaat elk jaar beter dan het jaar ervoor, mag je al heel erg trots zijn. Je hoeft niet elk jaar te verdubbelen of beter en meer. En dat gaf echt wel een soort relief van mijn schouders. Dat ik dacht, ja, eigenlijk hoeft het ook helemaal niet. Weet je, zolang het gezond is en het gaat goed en het loopt allemaal goed, mag je ook gewoon trots zijn. Want dat is ook tegenwoordig, dat is ook niet eens zo dat je elk jaar groeit als bedrijf. Weet je, ik sprak laatst met iemand die zei, maken jullie wel winst of maken jullie verlies? En toen dacht ik, maak je verlies? Tuurlijk maak ik geen verlies. Dat doe je toch niet? Maar dat is heel normaal dat je in de eerste paar jaar, als het gefinancierd wordt dan, dat je dan verlies draait. Maar dat kunnen wij niet veroorloven, dus dat doen we ook niet. Ja. Dus ja, dat zijn wel dingen dat ik wel gewoon een soort rust in mezelf heb gevonden. Van ik hoef niet elke keer te verdubbelen. Zolang we groeien en het elk jaar beter gaat, wat we tot nu toe goed hebben gedaan, mag je ook trots zijn. En weet jij, ik ben er benieuwd naar, want ik heb met de manager van Rico Verhoeven onder andere een onderzoekje naar gedaan. Ja. En want hij begeleidt heel veel talenten. Rico Verhoeven, Timo Steffen, Summer the Snow, noem maar op. En ik vroeg aan hem, ik zeg van, wat is het wat dat vuur in die mensen ontsteekt, dat ze zo ver gaan en zo extreem veel energie in iets kunnen stoppen dat het zo groot wordt. En hij zei toen, wat ze allemaal gemeen hebben is pijn. Ik ben heel erg benieuwd, want jij hebt dat vuur ook, weet je bij jou waar dat vandaan komt? Want passie is natuurlijk een heel belangrijk ingrediënt en ook zeker onmisbaar. Maar er zit bijna een onstuwbare energie achter van, ook ik wil iets laten zien of ik wil iets neerzetten. Wat is daar de aansteker van geweest? Nou, dat is wel grappig, want ik kan daar dus echt van wakker liggen. Want ik heb niet per se echt een pijn. Ja. Maar ik denk dat mijn pijn Randy's pijn is. Randy die komt echt van een hele moeilijke background, heeft een moeilijke jeugd gehad. Weet je, hij heeft op Dominicaanse Republiek gewoond. Zonder slippers heeft hij daar zijn dagen door staan. En hij komt echt van daar. En ik heb zoveel respect voor hoe positief hij is en hoe, wat voor een drive hij heeft en hoe hij nog steeds, weet je, hij is niet een slachtoffer. En hij kan dat echt in zoveel obstakels geweest zijn. En dat hij dacht van, hey jongens, zoek het uit. Maar hij heeft altijd het juist als force gezien. En ik denk dat misschien ik zijn pijn onwilling. Dus ik heb zelf niet echt dat. Ja. Maar ik heb wel dat ik dat denk dat ik het ook voor hem wil doen. En dat ik echt wil zien van dat we samen winnen. Ja. En ja, ik denk dat mijn, want ik heb voor de rest geen antwoord. Dat ik denk, ik heb echt een mooie jeugd gehad. Ik heb hele lieve ouders. Iedereen die is altijd achter me aangegaan. Ik heb wel altijd die competitiveness met mijn zus bijvoorbeeld gehad. Zij niet met mij, maar ik wel met haar. Ja. Dat ik altijd beter wilde zijn dan haar. Geen idee waarom, maar dat heb ik wel. Ik heb wel echt altijd dat ik instinct, beter, ja, dat wel. Maar ik heb niet per se echt dat ik denk, oh, daar wil ik nooit meer naar terug. En dat, ja, misschien die studentenkamer. Maar dat heeft Randy wel, dat hij echt denkt, nee, dit wil ik echt niet meer. Dus ik denk dat dat mijn Nou, daarom, want ik was aan twijfel of ik het op deze manier zou brengen, omdat ik het ook niet op iemand wil forceren. Nee. Alleen, soms is het ook dat je het bijna niet weet, omdat je ook maar doorraast en er eigenlijk bijvoorbeeld nooit bij stilstaat. Ja. Randy jou die vraag stelde, waarom? Ja. Toen dacht ik meteen, dit vind ik eigenlijk ook heel mooi. Ja, waarom eigenlijk? De dynamiek tussen jullie twee. Want die vraag waarom is soms bij iemand die alleen maar doorknalt heel essentieel natuurlijk, om even tot de kern te komen van wat er op dat moment aan de hand is. Ja, en dat was wel laatst grappig, want wij hebben natuurlijk altijd van, oh, we willen financieel onafhankelijk zijn en we willen doorpakken en we willen dat. En toen laatst zaten we een beetje van, eigenlijk
zitten we goed nu? Weet je, we zitten wel op een nieuw level en er is nog zoveel te behalen. Maar wat nu? Weet je, wat is dan nu die trigger van... Eerst dacht ik van, ik moet hier weg uit onze studentenkamer. Ja. Nu is het misschien, ik wil daar niet terug, maar dat ik weet toch wat ik daar niet naar terug ga. Dus het is wel dat we nu af en toe ons afvragen van... Oké, wat is nu dat vuurtje? Weet je, waarom gaan we nu door? Ja. Maar er zijn nog zoveel mooie dingen en er is nog zoveel te doen. Dus ik denk weer dat je gewoon weer wat nieuwe doelen moet zetten die weer... oneindig lijken. Want dat is ook vaak dat ik probeer geen doelen te zetten die haalbaar zijn. Want dan heb ik het binnen een jaar weer gehaald. En dan denk ik weer van ja, waarom nu? Weet je wel? Dus ik probeer echt ver te kijken. En dat deden we toen in 2016, toen we net samen begonnen met ondernemen. Toen hadden we echt dit doel gezet. Nou, inmiddels hebben we dat soort van een beetje gehaald. Weet je, gewoon die dat je weet dat je uit die survival mode bent. Weet je, dat was waar we echt in zaten. Van we moeten survivalen, we moeten doorpakken. En daardoor ga je ook door dag, nacht, weekend, whatever. En nu hebben we ook gewoon een kantoor. Gaan we naar huis in het weekend? Hebben we dan ook niet per se de laptop open heel de dag? En dat is ook echt een shift. En dat gaat zo heel langzamerhand dat je dan ineens denkt van... Oh, ik heb dit weekend helemaal niet gewerkt. Terwijl normaal gesproken wist ik niet eens dat het weekend was, weet je wel. Ja, precies, dus dat is wel grappig. En dat is dan weer nu dan weer een soort van de uitdaging van waar doen we het voor? Weet je wel, die... Ja, dat is eigenlijk het mooie toch, wat je zegt. Van, ik had laatst iemand die vroeg mij van... ik zat met een aantal ondernemers op het terras en één iemand niet. Maar hij hield heel erg van reizen. Hij zei van, ja, jullie zijn altijd aan het werk, of niet? En toen kregen wij dat standaardverhaal wat ik ook in het begin tegen jullie vertelde toen jullie hier binnenkwamen van nou, wij noemen dat passie en levensstijl. Ja. Maar toen vroeg ik aan hem van die reis, die reizen die je dan maakt. Ik zei, hoe gaat dat proces dan? Dus van, nou, eerst ga ik kijken waar ik naartoe wil. Vervolgens ga ik het helemaal voorbereiden, die hele reis uitstippelen, er naartoe leven, mijn spullen pakken, et cetera. Nou, dan ga ik vervolgens de reis maken, daar maak ik foto's, video's, et cetera. En dan kom ik terug en dan post ik die en dan geniet ik na. Ik zeg, wat jij zojuist had omschreven, is precies wat voor mij ondernemerschap is. Ja. Ik denk over iets na, dan denk ik, oh, hoe zou het daar zijn? Ik stip een plan uit, ik neem misschien wat leuke vrienden mee of iemand voor onderweg. Nou, terwijl dat we er naartoe gaan, is eigenlijk het leuke gedeelte van het reis al begonnen. Dus niet pas als je daar bent. En terwijl we doen, maken we ook nog wat foto's en video's, die posten we en daar genieten we van na. Ja. En hij keek me zo aan en ik verzon er ook meer in. En toen dacht ik, ja, maar dit is letterlijk... Ja. Hoe het voor mij en volgens mij voor veel mensen voelt. Ja, als dat ook gewoon leuk is. En dat moet niet inderdaad ten koste gaan, denk ik, van jezelf. En dat doet het vaak wel in het begin, toch? Tenminste, ik heb ook die periodes gekend dat ik wel dacht van, ja, dit is ongezond. Maar uiteindelijk, ja, je moet ook vaak wel iets investeren. Zeker als je van ver komt, wat je zegt. Ja. Om daar te komen. Ja, dat is misschien ook niet gezond in het begin. Dat is het ook. En dat is ook vaak op een gegeven moment... wij aten alleen maar rijst met kip. En ik was echt zo. En mijn ouders... Julia, eet je nog wel? Dus ik zo, ja. Weet je wel? En op een gegeven moment dacht ik ook van... Oké, dat is ook... Want we gingen ook niet uit eten. Of we deden ook niks leuks. We waren letterlijk alleen maar hiermee bezig. Toen kwam corona. 20 kilo erbij. Ben ik nu gelukkiger? I don't know. Maar het is wel dat je denkt van... Oh, ik kan nu ook genieten van... Weet je, lekker uit eten samen en wat leuks doen. En ook weten waar je voor je doet. En dat was toen wel dat ik vaak echt een mental breakdown had. Ik dacht, dit is me te veel. Weet je, omdat je jezelf ook niet beloont. En dat was... Weet je, vaak zetten we doelen en dan ga je jezelf belonen en denk je, ja, hier deed ik het voor. En dan pak je weer door. En dat was wat we op een gegeven moment niet meer deden. Dan deden we niet dat beloning. En dat kan echt een ijsje halen zijn of even lopen samen, iets kleins. Waardoor je dan denkt, ja, waarom doe ik het eigenlijk? Omdat je jezelf die beloning, kleine beloningjes niet geeft. Dus dat is wat ons ook volhoudt, waardoor we het volhouden. Ja. Zodat ze zeggen, oké, als we dit hebben gehaald, dan gaan we dit doen. En dan, weet je, laatst toen zei ik ook van, ja, maar ik verdien nu helemaal geen vakantie. En toen keken die meiden van kantoor me aan, hoezo moet je dat verdienen? En toen dacht ik van, ja, dat is gewoon onze mindset. Van, ik verdien pas vakantie wanneer ik iets heb gehaald, bijvoorbeeld. En dus wel, je moet ook een beetje hongerig blijven, toch? Dus jezelf daar... Intrigue, want ja, als alles op de duur maar kan en je gaat ook alles doen, dan zul je denk ik heel snel achterkomen. Dat is ook een beetje het rare, vind ik, met dat utopische beeld dat van, hey, als ik het heb gemaakt, of als iemand zegt, nou, als ik de loterij ben, dan zou ik eerst bijvoorbeeld op een strand gaan liggen en de hele dag niks doen. Ja. Niemand is ooit gelukkig geworden van meer dan een week op een strand liggen en niks doen. Nee. Dus daarmee hou je jezelf bijna een soort beeld voor wat totaal... Dat is juist onrealistisch. Als je het hebt over sprookjes. Ja. Je kunt het misschien wel doen, maar je wordt er nooit blij van. Nee. En juist die afwisseling, denk ik, tussen mensen willen zingeving, willen samen ergens naartoe werken, vervolgens dan even daar samen van genieten. Want dan pas kun je het echt voelen, toch? En ja, dan ga je weer even terug. En dat op repeat, totdat het...
Ja, en ze hebben ook een mooi... Ik ben echt een quote persoon hoor. Dus ik denk meteen van the journey is greater than the destination. Dus ja. de reis is mooier dan waar je echt komt. En toevallig was ik met Randy in Amerika. En we gingen van LA rijden naar San Francisco. Die hele reis van daarheen komen en ergens in een motel langs de snelweg slapen. Yeah. Dat soort dingen was zoveel leuker dan echt aankomen in San Francisco. Want dan, yeah. weet je, juist die dingen onderweg is wat zo leuk is. Zeker, ja. En dat is ook met het ondernemen. Juist de hele reis is leuk. En dat is wat ik toen echt heel erg vergat. Omdat ik dacht, focus en ik moet... Yeah. En nu denk ik van, nee, maar juist... dit is ook mooi, ervan genieten. En laatst zei ik tegen iemand van... ja, ik wil gewoon werken tot ik 40 ben... en dan wil ik met pensioen gaan. En toen zei zij... jij gaat niet met pensioen als je 40 bent. Dat durf ik gewoon te wedden op alles dat jij dat niet doet. En toen zei ze... want kijk hoeveel passie je hebt. Denk je dat dat weg is als je 40 bent? Toen dacht ik... nee, denk ik niet. Ja, precies, nou dan. Dus en toen dacht ik af van... ja, dat is ook eigenlijk zo. Waarom niet nu ook af en toe een beetje genieten? Nou, dat is om het misschien concreet te maken. Want ik kan me voorstellen dat iemand dan denkt van... ja, dat heb ik vaker gehoord, maar hoe dan? Ja. Ik heb bijvoorbeeld heel vaak gehad toen ik vroeger op het podium stond... dat, ik noem wat, in het begin zeg je van... oh, ik wil een keer voor 100 mensen optreden. En dan voor 1000. En op een keer voor 10.000. En ik had elke keer dat als ik op dat podium stond voor bijvoorbeeld 10.000 mensen... dan was ik in mijn hoofd alweer, maar er is ergens een van 50.000. Dat was letterlijk daar aan bedenken. Ja. Met de podcast heb ik het in het begin ook wel eens vaker gehad, omdat je dan bepaalde cijfers in je hoofd hebt, dat ik op het moment van opnames en alles daarnaartoe eigenlijk alleen maar bezig was, oh, we moeten dit scoren, we moeten dat scoren. Dat ik dit hele gesprek was ik bijna een soort van, ja, ik was er wel, dus zo schizofreen moet je het ook niet zien, maar toch was ik daar heel toch erg mee bezig. Ik hoop dat het ook goed doet, ja. Maar als het dan niet lukte, dan is natuurlijk je hele wereldbeeld compleet doorprikt en lukt het wel, dan was het eigenlijk meer zo van, oké, maar ik heb weer iets nieuws. Ja, ja. En toen ik ben gaan leren en mezelf echt gaan dwingen, ook op dat podium op een gegeven moment, van hé, maar kijk nu gewoon eens voor je. Kijk die mensen geniet, in de ogen. Ja. En zie dat punt eigenlijk al als het hoogste haalbare. En dat andere is meer een kerstje op de taart. Want natuurlijk, als iets scoorde was je weer meer mag, is dat een leuke bonus, maar daar hangt het niet van af. Ja. En ik moet mezelf daar nog steeds heel vaak van bewust maken. En ik heb hier een aantal mensen naast me zitten uit mijn team en ook mijn vriendin thuis. Want ik zeg ook vaak, ja, iemand moet mij soms even naar aarde trekken, want ik vlieg gewoon weg, zeg maar. Ja, nou dat. Randy die zegt ook, Julia, je vliegt te hoog. Ja. Dat is letterlijk wat hij zegt. En dan van, dit is ook goed. Weet je, ik ben toevallig een paar dagen geleden genomineerd in de 25 onder 25 lijst. Ja, ik zag het, ja. En dan denk ik, ja, oké, leuk. En dan zegt die meiden, hoe cool is dat? Dat had je toch nooit durven dromen vroeger? En denk ik van, ja, is wel leuk eigenlijk, ja. Weet je, dus dan moet je toch even stilstaan erbij... dat je denkt, ja, eigenlijk is het best wel cool. Maar ik denk al meteen, ja, je hebt ook Forbes 30 on the 30. Ja, dat precies, is mijn volgende. Ja, dat is bijna een soort toxic gedachte. Ja, dan, dat toch? Is van echt die probeert zo. Te, ja, nee, je bent nog steeds niet waard. Dat ja, is eigenlijk... ja. Dus je doet jezelf dan misschien soms even tekort. Maar het is ook dat ik zoiets heb... als ik denk dat ik het gemaakt heb, dan gaat het ook allemaal mis. Nou, dat. Maar ik denk dat juist wat je zegt... Ik zeg vaak van het doel van doelen stellen is niet het doel behalen. Nee. Maar is en richting voor jezelf uitzetten. Want als je een richting hebt, dan ben je letterlijk een beetje richting een soort leven aan het gaan. Het is een foutmarge inbouwen. Dus daarom zet je dat doel wat groter. Want je weet altijd dat niet alles gaat zoals jij denkt dat het zal gaan. En het is jezelf inderdaad uitdagen om groter te denken of om anders te denken. Ja. Als jij nu bijvoorbeeld denkt of als jullie denken van ja, volgend jaar willen we 5% meer omzet draaien of winst. Ja, dan kun je waarschijnlijk gewoon iets meer van hetzelfde doen en dan red je dat wel. Ja. Maar dat zit dan wel, als je zegt, nou, we willen verdubbelen, dan moet je andere plannen gaan bedenken en iets anders doen dan dat je gewend bent. En ik denk dat daar, voor mij was dat in ieder geval vroeger dacht ik al, nee, ik moet een doel gewoon halen. En als ik verloor inderdaad, dan werd ik woest en dan, het was allemaal heel oncontroleerbaar. Ja. Tot ik ineens zeg van nee, maar het doel van een doel is niet het behalen voor mij. Het zijn gewoon drie dingen die daaronder hangen. Ja. En als ik dat inzie, dan wordt het allemaal wat... wat gecontroleerd, wat volwassen is misschien ook een goed woord. Ja. Maar ik ben al 31 en ik zag dit ook pas 1 jaar geleden in. Dus je moet het niet... Ja, ik heb nog tijd. Ik ben bijna 31 trouwens. Ik ga te snel. Ik ga weer te snel. Ik word deze maand 31. Hey, ik wil je allereerst gaan bedanken. Want ik vind het echt een heel erg leuk gesprek. Ja, ik ook. Ik heb hier heel veel energie van gekregen. En wat ik je ook wil vragen is... zijn er nog dingen die we niet hebben besproken... die je wel heel belangrijk vindt om te benoemen of om aan te raken? Want je hebt nog niet veel podcasts gedaan. Nee. En ik kan me voorstellen dat je zelf ook iets hebt van hey, er is iets, zijn bepaalde dingen die ik wil overbrengen of waar ik voor sta of wat ik belangrijk vind. Als ik hier weg ben, dan heb ik heel veel antwoorden voor je. Maar ik vind het belangrijkste wat ik vind is dat mensen zien
dat het niet altijd het perfecte plaatje is. En dat het ook oké is als je niet bent waar je wilt zijn. Want dat is wat ik altijd doe. En dat doe ik nog steeds. En ik zeg tegen iedereen dat ze het niet moeten doen. Maar ik doe het zelf ook. Is het vergelijken van jezelf met anderen. Dus wanneer ik bijvoorbeeld podcast luister. Of luister vroeger. Dan dacht ik van, nou, ik ben echt nog helemaal nergens. En dat is ook hoe ik mezelf nu zie. Ik heb echt zoiets van, ja, maar weet je wat er nog te doen valt? We zijn nog helemaal nergens. Maar je moet jezelf ook niet vergelijken met anderen. Want dan ga je altijd... waar we het net ook eigenlijk over hebben, van altijd verder willen gaan. En je kan ook trots zijn op wat jij al hebt behaald. Ook al is dat voor jou, ziet dat er heel anders uit dan voor mij. Je moet mijn chapter niet vergelijken met die van jezelf. Want dat is ook een quote van, kom weer met een quote, van don't compare your chapter 1 with someone else's chapter 20. Ja. Want ik kan al bij chapter 20 zijn, of bij het hoofdstuk 20, en jij nog bij 1 en jij denkt van... Zij is daar al. Ja, maar jij moet dat nog doorlopen. Geen eerlijke vergelijking. Nee, precies. Ja. En ik ben dan toevallig op mijn 18e al begonnen. Waardoor ik nu 25 ben en al een reis heb meegemaakt. Ja. Maar je kan ook op je 30ste of op je 35ste, op je 40ste of op je 80ste ook beginnen. 80 is misschien een beetje laat, ja, maar beter, alles kan. Ja. Dus je moet dat denk ik ook niet vergelijken. En het is uiteindelijk ook op de eindstreep. Gaat ook om je geluk en hoe je voelt. En niet om de cijfers. Want dat... Ja, ga je het toch niet meenemen. Ik vind het echt heel mooi eigenlijk dat je dit juist... ik stel je die vraag en je denkt er even over na, uitkiest om te benoemen. Ja. Omdat ik het zelf ook wel eens heb gehad dat ik zeg van... ook deze podcast maken we juist voor de mensen die het kijken natuurlijk... zodat ze er iets uit kunnen halen. Ja. Maar niet zodat ze zichzelf juist rotter gaan voelen of denken... oh, ik ben daar nog niet. Ja. Ik heb het ook wel eens als ik deel, ik sport bijna dagelijks... en dan deel je dat wel eens vanuit de hoop om mensen te motiveren... Ja. Maar op een gegeven moment heb ik ook een keer een post gemaakt dat ik zei van nee, ik hoop niet dat je hier naar kijkt en dat je denkt van shit, ik ben weer niet gegaan en jezelf nog verder de grond in praat. Want dan zou het juist complete tegenovergestelde resultaten hebben dan wat wij nu natuurlijk ook hopen te bereiken. Ja, en ik ben bijvoorbeeld dan gestopt met mijn studie en ik dacht van nou, dat komt nog wel. Want ik dacht, ik neem een tussenjaar en dan ga ik even kijken of ondernemen leuk is en kan altijd nog terug. Maar het is ook echt niet erg als je juist wel je studie afmaakt en juist wel daar weer je kennis op doet. En bijvoorbeeld op stages, als ik zie wat die stagiairs nu allemaal meekrijgen. Als ik dat had gehad, dan had ik ook heel veel fouten denk ik niet gemaakt. Omdat ik had totaal geen idee hoe het in een onderneming ging, weet je wel? Dus achteraf denk ik van, nou, dan had ik misschien daar de tijd voor kunnen nemen. Dus ik weet je, als mensen zeggen, ook wil ook stoppen met school, denk ik, nee, dat is niet per se de oplossing. Ja. Dat is hoe ik het heb gedaan, maar dat is niet hoe de perfecte weg is of zo. Kijk, uiteindelijk heeft het voor mij goed gewerkt, maar misschien als ik wel naar school ging, was ik misschien nog sneller, nog verder, weet je wel? Dus ik denk dat dat ook gewoon heel erg belangrijk is, dat je iedereen heeft zijn eigen pad en zijn eigen weg. Dus niet jezelf ten onder doen omdat jij nog niet bent op een bepaalde leeftijd of door je buurvrouw of whatever. Je moet gewoon die klappen op hebben. Dat had ik ook ergens gelezen, volgens mij in een boek of zo. Daar zeiden ze van die paarden, die hebben van die klappen op, zodat ze niet kunnen kijken. Ja, oogkleppen, van die oogkleppen op, zodat ze niet kunnen kijken waar die ander heen gaat. Ja. Want op het moment dat ze zien dat een paard naast hun harder gaat, dan gaan zij denken, oh, ik heb al verloren. Dus dat is ook wat wij ook vaak zeggen. We moeten onze oogkleppen op doen en niet gaan afleiden waar wie is. Want je ben je met je eigen doel bezig. En daar moet je op focussen en niet op alles wat ernaast gebeurt. En oh, die doet dit en die doet dat. En die gaat wel op vakantie en ik niet. Ik doe best wel zware trainingen op dit moment. En ook met een begeleider daarin. En op het moment dat jij ruimte genoeg in je hoofd hebt om na te denken over de volgende 10 stappen, ben je eigenlijk niet hard genoeg aan het gaan. Want als je gewoon telkens focust op de eerstvolgende. Ja. En ook dit klinkt weer heel cliché, totdat je een keer gaat doen en voelt wat ik bedoel. Ja. Maar dan weet je ook dat je in ieder geval in training, zo niet zo door het normale leven heen gaan, maar hard genoeg gaat. Want er is echt geen ruimte dan om na te denken over al die dingen die mis kunnen gaan. Je zit gewoon vol in het moment. Ja. En ik kan echt iedereen aanraden dat als je dat een keer ervaart, dan weet je van oké, dus zo voelde dus om echt ergens voor te gaan en te knallen. En dat je dan inderdaad 20 of 100 meter verder eindigt dan dat je eigenlijk dacht dat je zou eindigen. Ja, en als je dat herhaalt inderdaad, dan... En het zijn die kleine stapjes die je ook dagelijks doet. Want het is ook niet dat jij, toen je net begon met dat trainen, dat je bent waar je nu bent. Het is elke dag die dagelijkse opdagen en die dagelijkse stapjes maken. Mensen denken meteen, oh, maar ik moet heel groot en het moet perfect. Nee, het gaat erom, doe je dagelijks iets dat je tot dat brengt? Dan ben je al verder dan als je al die tijd zat te denken van, oh, was ik daar maar, weet je wel? Dus het zijn die kleine stapjes die je dagelijks doet. En dat heb ik, soms heb ik ook even helemaal geen zin erin. En denk van, nou, ik heb tenminste op mijn Instagram of op mijn TikTok gepost of gereageerd, weet je? Dan is dat ook wel even genoeg voor vandaag. En dan
de andere dag doe je weer heel veel. Dus ja, dat is denk ik ook... Dat je dat doet is wel heel belangrijk. Wat je zegt, als je toch op die dag ook... Want dat is iets wat ik echt pas dit jaar over mezelf heb uitgevonden. Ik heb best wel veel uitgevonden, ja, volgens mij. Heel maar dat ik geworden. Wel zei van... Hey, ik dreef altijd veel te veel op motivatie. Dus die piek inderdaad, dat keihard gaan. Ja. Dat ging dan 1 of 2 maanden goed. Als ik dat als sporten vertaal... Ik ging ineens 3 maanden leven alsof ik een bodybuilder was... Ja. Die bijna het podium opging. Maar omdat ik dan zo intens ging... Ging ik vervolgens voor de maand... Bijna even niks niet, doen. Ja. En ook in mijn onderneming en zo was dat best wel een patroon wat vaker terugkwam. En dan dacht ik vervolgens van ja, maar waarom krijgt die piek nou weer niet en et cetera. Ja. En ineens eigenlijk ook door het sporten ging ik inzien van ja, maar shit, wat je niet hebt... Ik heb wel discipline altijd gehad, maar nog niet voldoende. Is je drijft heel het op die hoogtepunten. Ja. Maar juist elke dag gewoon in ieder geval iets doen en genoeg... is veel impactvoller dan 1 keer voluit en dan weer terug. En ja. Dus ja. Ik denk ook precies wat je zegt, van als je dat kan doen... en ook al voel je misschien die dag niet zo lekker... ja, je hoeft dan niet de hele wereld te verzetten... maar gewoon weer 1 stap ja. Is beter dan geen stap. Zeg maar. Ja, is echt zo. Gisteren had ik toevallig, ik zei... oh, ik heb zoveel e-mails en ik moet zoveel doen. En toen zei Randy, antwoord er gewoon 3. Antwoord gewoon 3, de belangrijkste die je echt belangrijk vindt. Want je zit de hele tijd te zeggen dat je die e-mails moet doen... en dat je er tegenaan zit. Antwoord er 3, morgen weer 3. En toen dacht ik, ja, dat is een goed idee. Dus toen begon ik, zei, heb je er al 3 geantwoord? Had ik er inmiddels al 4 of 5 gedaan. Maar doordat ik dacht van, oké, ik doe er maar 3... had ik niet zo'n grote stap er tegenaan, weet je wel. En toen had ik er uiteindelijk toch meer gedaan... dan dat ik de hele tijd zat te zeuren. Oh, dan moet ik weer een e-mail doen. Ja. Dus... Als je gewoon 3 push-ups doet elke dag, is beter dan 1 keer heel veel. Dat is de message. Top, Julia. Thanks voor je tijd. Ja. Thanks dat je hier was. Ik vond het echt heel erg leuk. En we blijven je in de gaten houden. Ik ben heel erg benieuwd waar het naartoe gaat. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het echt superleuk. Top. Thanks.